Doen we het? Zijn we er? Volgens mij wel, hè? Thanks allemaal voor het kijken. Dit wordt mijn allereerste keer Among Us. Dus ik heb geen idee. Marissi speelt het al vet vaak. Dus we gaan het meemaken. Ze zitten nu in de Discord. Als het goed is hoor je ze nog niet. Hey, thanks voor de follow. En ze zijn nog allemaal druk aan het discussiëren over welke map we gaan doen. En... dus we moeten nog heel even wachten. Ik zal ondertussen Among Us alvast even aanzetten. Nou, geloof me, ik heb het nog niet eens een keer gespeeld. Dus maak je geen zorgen. Hey, wie is dat? Wie is DJ Amila? Een hashtag, die heet Code Among Us. En in die hashtag, volgens mij noem je dat een kanaal, toch? Daarin zet ik de code van... waar we zitten. Yes. Als we erin zitten... Eerste. Ik ga op je wachten, ik sta klaar. Nee, Dylan was het eerst. Oh, even mijn naam veranderen. Oh, dat is echt de meest standaard naam die gebruikt wordt in Among Us, inderdaad. Lissy, hallo! Hallo, hier ben ik. Ja, Bibi had dat gedaan, ik vroeg waarom. Zo, we zijn er allemaal. Als het goed is kunnen jullie ze nu ook horen. Imposter. Ja, maar dat zeggen ze wel hoor, op internet inderdaad. Maar of het echt werkt, weet ik niet. Maar dat is wel inderdaad waarom de meeste mensen die naam hebben. En, was je vaak imposter? Wat? Ja. Welke naam? Nou, dat is dan werkt het. Ik ga het ook een keer proberen. Ivor. Ja. Even kijken, wat was het ook weer? Ik zie dat jullie niet kunnen zien wie er praat nu. Yes, ik ga mijn stream ook opstarten. Dus ik zet jullie allemaal zacht. Dan kom ik zo bij jullie terug. Oké. Yes. Hoe doe ik dit? Laat ik eerst eventjes naar de dingen van jullie gaan. Go online. Het is allemaal altijd zoveel werk, jongens, dit. Kijk! Nu zie je ze allemaal. Yay! Oh, look at that! Hey, goedenavond! En we zijn live. En als heb het goed ik is, iemands kleurtje? Zien, nee, hè? Jullie me niemand horen. Is laat nog oranje, weten toch? In de chat van hoe jullie, het gaat. In de tussentijd nog heel veel snel alles klaar voor mijn stream. Alright. Want was anders op, hoor ik het wel, want dan verander ik. Op het laatste moment, oh, want waren mij maakt het namelijk niet uit. Echt pal voordat we beginnen, toen dacht ik echt, nee! Toen hadden we te veel mensen. Okay. Nee! Maar het is allemaal geregeld. Ik we zitten er klaar voor. En ik ga nog heel even kijken naar jullie. We moeten nog even stil zijn, want volgens mij gaat het zo beginnen. Ze is nu de stream aan het openen. Dus ja, als je dit saai vindt, dan moet je heel even snel naar YouTube overschakelen. Dan kom je daarna gewoon weer terug. Dus dat doe ik nu nog eventjes. Wacht, snel. Ik heb een vraagje aan Rick. Zo. Rick, vertel. Are you dating deze? Ik zit in Streamlabs. En hoe update ik de... nee! Al mijn knopjes, zoveel schermpjes. Ik moet mijn Discord openen. Als we de reacties open hebben staan, voor jullie niet te snel reageren. Want anders kan ik het allemaal niet volgen. Nee. Tenminste, ik moest zeg maar op het moment dat ik deed go live. Zo. Dan kreeg ik die optie. Lekker. Ik ben er klaar. Nou, ben kijk eens even. Ik heb nu zin om lekker op live met jullie te gaan spelen. Ja, jullie horen me. Ik zie de reacties van alles intypen. Ik ga vandaag Among Us spelen met een heleboel leuke mensen. Ik heb onder andere Jamila die meedoet. Ik heb Bibi die meedoet. Voor de allereerste keer heb ik nog nooit eerder mee gespeeld. Ik heb Kitta die meedoet. Ik heb Hugo, de broer die meedoet. Jessie die doet mee. Ik heb een nieuw iemand waar ik nog nooit mee heb gespeeld. Dylan, waar we
vorige keer ook meespeelde. En die nieuwe iemand, zij heet Lizzie. Zij komt voor mijn Instagram. Ik had laatst een oproepje gedaan met wie heel graag mee wilde doen. We hadden heel veel... Ah, zo. Hè. Ik dacht, waar komt dat geluid nou vandaan? Maar blijkbaar had ik Marissa aan op de achtergrond. Dus vandaar. Oké. We gaan het zo meteen dus voor het eerst spelen. Ik heb het echt serieus nog nooit gedaan. Ik heb alleen maar de streams gekeken van Maris en van Jamila. We gaan het meemaken. Zo. Hallo. Hallo. Hoi. Ja, okay. Hallo. Nou, we zitten in de stream. Ik zit dus met Hugo hier zo. Yeah. Zijn zusje die staat er gezellig lief naast. Ik heb hier Jamila. Jamila La is het vandaag. Kitta. Een Fubuki. Ja. Yeah. Dylan hierboven verstopt. En Jennifer hier. Lizzie van Instagram die meedoet. En yes. Mijn man. Oh. Hey, dan ben ik. Joehoe. Oh, yay. Nou, je ziet er wel een beetje vies uit. Je ziet eruit alsof je dit spel al heel lang doet. Ja, of ja. Nou ja, ik dacht ik doe mijn vieze kleren aan, want het gaat vast niet goed dit. Heb je maar er zin ik heb in? Wel, ik heb wel een poppetje gekocht. Ah, oh, nou mensen vinden het echt superleuk dat je meedoet in ieder geval. Dus dat is leuk. Oké, hebben we er allemaal een beetje zin in? Zeker. Zeker. Ja. Ik ga mijn best doen. Ja, als ik geen ook. Imposter word als eerst, dan vind ik oh, alles... Oh, dat is toch zo spannend, hè? Dat had ik laatst ook. Toen was ik echt gewoon het eerste rondje meteen imposter. Nee, dat wil ik inkomen. Echt niet. Nee, dat heb ik precies hetzelfde. Nou, ik ga hem dan aanzetten. Succes allemaal. Veel plezier. We gaan trouwens wel gewoon het spel doen. Yes. Ja, en vergeet niet te muten tussendoor, want anders dan horen we wat jullie zeggen. Ik ben al gemute. Ja. Oké. Maris is inderdaad ook aan het streamen. Ach, gelukkig, crewmate. Zou je toch zien, hè? Het je eerste potje dat je meteen... Oh, jongens. Hallo, ik was gedeffend. Ik had helemaal... Oh. Ik wist niet helemaal dat we gingen beginnen. Hallo, we zijn al begonnen. Heel goed. Ik kom er zo aan. Oké. Oh, sorry, ik dacht dat je er was. Nee, maakt niet uit. Dit gelooft natuurlijk niemand. Wat moet ik doen? Oké. Admin swipe card. Oké, ik heb... enig idee wat ik moet doen. Maar waar zit dat? Ah, hier. Kijk. Hey. In één keer. Nu gelooft natuurlijk niemand dat ik het nog nooit heb gedaan. Oh man. Kijk, hier staat die deze hier te doen. Hallo. Hey, Dylan. Ah, nee! Niet als eerste! Kom op! Dat weet je niet! Nee! Hoe kan je dat nou doen? Ach, meteen al! Allereerste! Yeah. Oh, jongens! Ik kan er ook niks aan doen. Wie heeft dat gedaan? Wie heeft mijn man vermoord? Zo, ja, hallo, ik ben er hoor. Oh, dat was Jamila. Kom, we stemmen op je. Ja, stemmen allemaal op mij. Oké, zeg het eens, Jennifer. Waar lag je? De body lag in Electrical. In Electrical, ja. Altijd. Ik was erbij, ik niet mee. Ik was samen met Dylan, ik kwam van naar boven en ik ging naar beneden vanuit de reactor naar... ik weet het niet, Dylan ik deed helemaal niks. Lili, waar ging jij heen? Ik was... ik liep gewoon ergens heen. Net uit Apple gelopen. Dat zag ik. Ja, toen werd de body gereport. Maar ik heb jou niet nog gezien. Ben je naar boven of naar beneden gegaan? Naar... doorvragen. Naar beneden, volgens mij. Ja, naar ik ben Bibi wel teruggekomen, die kant. Aan die kant. Ik zat en dat is nog twee. In storage, niet. Bij hey, Fuel. Ik had net mijn Fuel Superleuk. Gedaan en liep net weg richting Upper Engine om hem te vullen. En toen was Rick al gereport. En de laatste die ik in storage achterliet met Rick, dat was Kitta. Ja, ik liep dus naar Electrical. En jij liep achter mij aan. Huh? Ja, maar jij was... jij was toch bij mij, jij was toch bij die wires. En toen liep ik langs jou heen en toen stond ik daar beneden bij Fuel. En toen stond Rick daar ook. Jij stond toen toch daarboven bij wires in storage. Oh ja. Misschien ja, is het toen nog wel, ja.
Als je ik ben Gitta tegengekomen toen deed ik een upload. Maar... Ze stond volgens mij best wel lang naast me, maar ze heeft me niet gekild. Dus... Nee, omdat ik niet draadjes stond te doen. Nee, omdat ze nog cooldown had van Rick. Een beetje suspect. Ja, dat zou kunnen. Waarom nou weer? Ik begin. Wat ik nou alweer doen? Ik ga toch niet mijn eigen man doodmaken in het eerste stelletje? Als ik zo hard begin te schreeuwen, dan hoor ik hem hier. Ik heb ook Jamila voor de rest van de avond. Nee, ik heb... Ik moest het zeggen van de chat. Oh, gaat ze nu al zo doen, hè? Komt ja, is goed in het spel. Okay, nou, kan ik eindelijk even rustig mijn taakjes doen? Oh, moet je wel in een goede scherm zitten natuurlijk. Oké. Maar dat is dus nu het probleem. Ik heb dus geen idee waar alles zit. Ik zie hier fix wiring. En ik zie altijd mensen hier staan. Maar dat is het niet. En soms krijg je van die pijltjes dat je weet waar je heen moet. Maar... Ik weet niet wat we gaan doen. Hey, thanks for the follow. Je hebt een map. Ah, goed. Ja, natuurlijk. Waarom doe je ook... Waarom doe ik ook wel slim, hè? Thanks. Oh! Moet je wel goed klikken, vriend. Die. Hey. Jongens, dit is mijn vrije avond, hè? Wat? Moet ik dit allemaal onthouden? Moet je je nou voorstellen dat je hier de hele tijd zat te klooien? Dan word je toch gewoon elke keer gekild? De meest stomme task meteen eerst doen, ja, heel goed. Oké, ik ga nu naar Medway. Ik heb trouwens helemaal nog niet echt gekeken, want ik wil nu natuurlijk wel gewoon mijn best doen om in ieder geval... Wat? Dat is het. Oh, ik moet gewoon wachten. Iemand zei, ik lees Rick's een bio Twitch en ik dacht dat er de man van Crea Rick stond. Dat klopt, dat ben ik. Oh, dat was het. Oké. I can do this. Als poker je de muren. Oh, thanks, dat scheelt een hele hoop. Kijk, dit kan ik dan wel. Denk ik. Yes, I can do it. Oh. Oh, de volgende. Ja. Oh, well, damn, het is dus niet magic. Nee. Oh, nee. Ik kwam Creatic tegen in... Oh, ik weet niet waar ik was. Ik weet niet meer waar ik was. Maar ik weet wel dat Creatic daar samen met Bibi heen liep. En even later, ik dacht ik ga toch nog even terugkijken. En toen was Creatic alleen. Dus ik heb wel benieuwd of ik zo meteen weet wie... maar Creatic was alleen. Creatic lag daar dood, bedoel ik. Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Nee, ja, ze was heel alleen. Zo. Ik was... Toen was ik daarna naar Shield gelopen en toen was Kretje niet meer met mij meegegaan. Dus ik skip hem, denk ik, maar... Ik niet, Bibi. Je klinkt heel verdacht. Ja, Bibi. Ja. No! Ik ging echt gelijk achter jullie aan om even te checken. Maar waar was dit ook weer? Rechtsboven, zei je? Nee, volgens mij bij Admin. Bij Admin, oké. Ja. Ja. Ik zag ze samen die kamer ingaan. Ik dacht dat het Admin was, maar ik heb de map niet voor me. Maar ik dacht dat het Admin was. Ik zag ze samen de kamer ingaan. Okay. En toen dacht ik... Thank you.
Zo, hè, daar ben ik weer. Spijt me, jongens. Ik moest even mijn dochter helpen. Dat is even belangrijker. Ik zal weer even terug op de game zetten. En dan horen jullie ook wat er wordt besproken. Precies welke ruimte wat is. Oké. Doe ze achteruit. Heel snel. Gaat weer helemaal goed. Ja, god, het ging zo snel. Ik schrok me kapot. Ik dacht, zie ik daar nog bruin rennen of niet? Zie ik daar nog bruin rennen of niet? Nou, ik was niet in de buurt van Electrical. Ik was in cafeteria op weg naar de medbay. Nee, ik had nog die laatste. Oké, het was sowieso niet in cafeteria hoor, dat weet ik zeker. Het was of storage of electrical. Oh, nou, Mila is weer helemaal oké. Niks aan de hand meer. Mila heeft weer een droge neus. Zo, ik ben er weer terug hoor. Ja, weet je wat heel erg vervelend is? Lizzie, het was niet in electrical. En ik was weggevent, dus je had me zeker niet weg kunnen rennen. Rennen. Is dit dus gewoon toeval? Je informatie was zo ontzettend fout, maar mijn mensen hebben gewoon niet gestemd. En dan toch vertrouwen ze me. Toen je mijn lichaam vond, toen was Bibi ook echt net in een vent aan het springen. Dus je bent echt van de heterdaadjes. Je hebt ze allebei betrapt. Ja, maar heel toevallig. Maar het stomme is dat het dan zo snel gaat dat ik over vergeten focussen waar ik ben. Ja, wat één kompotje. Hé, Licky, ik heb op de Discord heb ik een mapje staan. Ja, en dat, ik heb hem... Dat zijn de maps. Ja, dan kan je dat makkelijk zien. Ik heb hem nu voor me. Ja, dat maar is veel dat beter. Zo meteen de hele tijd jou eruit gaan stemmen, omdat je zus klinkt net zoals ik. Ik geef je tips. Mijn tips zijn niet goed, maar... Super zielig. Ik dacht, nou, ik klink zo verdacht nu. Zo verdacht. Maar ja. Nee, goed. Je hebt het goed gedaan. Oh, en Bibi, ik vertrouwde je. Ik dacht, oh, wat gezellig. Samen met Bibi, leuk. Nou, helemaal niet leuk. Ik was in electrical. Ik was in electrical en beide Jamila en Bibi kwamen erbij. En ik dacht, Ik zag ze electrical ingaan en ik liep nog met ze mee, want ik dacht, ach, wat lief, Jamila en Bibi samen, ik loop gezellig met ze mee. Het is nooit lief als je Jamila ziet lopen. Nee. Ik moet jullie even op mute staan, sorry, maar er wordt over mij gekletst. Wat is dit nou? Nee, je hebt niks sorry, gemist. Bibi, dat ik even slow was in het begin. Oh, hey Jamila, ik krijg wel een heleboel vragen. Ja. Wat jouw Twitch-naam is, want ze willen ook graag bij jou kijken. Mijn Twitch-naam is Jamila Kanaal. En Creëric, we zijn allemaal live. Want als er iemand dood is, ga dan naar die andere, maar geef alsjeblieft geen spoilers. Hè? Nee, dat sowieso niet. Ja, niet verklappen in de chat wie de impost komt. Maar wat was die voor jou nou, Jamila, nog één keertje? Het is Jamila La, dus 1L, maar dan weer nog gewoon een zoals La. Je hier nu ook heet, zeg maar. Nee. Oh. Oh, ja. 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 Oké, gewoon zo. Geen ik zat naar Discord te kijken. Ja, zo, Jamila La, daar. Oh. Goed bezig. Hey, thanks voor de follow. Hoe is het met Mila? Ze zeggen hier allemaal hoi in de chat tegen alles en iedereen. Hoi bij de chat en hoi op de Twitch. Hoi Laura. Hoi. En nee, ze geven geen spoilers. Heel netjes. Oh, kijk eens even. Ja, nee, dat is heel netjes. Niet. Hier bij ons ook niet. Hé hey, Rick, je bent bij mij helemaal een naakt wit poppetje geworden. Oeh. Ja, maar daar hou ik ook van. Nee, wacht. En nu? Ga weg, naakt wit poppetje. En nu? Nee, nog steeds. Ja, stom is dat, hè? Ja, dat de game zo... Ja, het is gewoon een beetje een glitchy game. Het is gewoon, ik zie hem namelijk wel gewoon helemaal aangekleed. Oh, ja. Ik zie je wel aangekleed, hoor. Oh, nu wel. Nu heb je een broek aan. Je hebt een broek. Oké, dan doe ik mijn pet ook weer voor. Had je je broek uit? Ja, sorry, je doet net mee. Hou je broek aan. Zo ben ik. Zo ben je weer helemaal aangekleed. Yes. Ja. Nou, dit moet ik waarschijnlijk de hele tijd doen. Maar we gaan het meemaken. Oké. Nou, zal ik hem weer gaan starten, Jamila? Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Nou, eigenlijk nog niet helemaal, want ik heb een poes op mijn schoot. Oh, wat gezellig. Hey, zijn alle instellingen goed zo? Willen jullie er wat taken bij? Iedereen die van Creative YouTube is overgekomen naar Twitch. Of... Heel goed. Nee. Nee, goed zo. Ik vind de map alleen een beetje... Nee, grapje. Ja, we gaan straks polis doen. Ik vind het zo moeilijk, het spel. Yeah. Ja? Nee. Nou, ik weet niet, je was heel snel dood, dus volgens mij heb je wel mee. Hoe was je eerste ervaring? Nou, mijn eerste ervaring was van, waar zitten die taken eigenlijk? Ja, maar
En toen was je al dood. Nou ja, eigenlijk, ja, daar kwam het wel op neer. Ik ben eigenlijk nu wel benieuwd. Wacht maar totdat je imposter bent, Rick. Dat gaat wat worden. Wie heeft je gedood? Bibi of Jamila? Bibi natuurlijk. Ik. Bibi! Ik wist het. Okay. Ja, nee, sorry Tita, ik moest jou echt doodmaken, want jij zat in de eerste ronde al op Bibi. Ja, ik zat ook echt te juichen van, ja, die Kitta die heeft hem door. Ja. Dus Kitta gaat dood. Oké, nou, ik ga hem weer starten. Dan gaan we hem nog een keer doen. Yes, succes. Succes. Oké, succes. Succes. Joe. Vertrouwen jullie elkaar nog? Nee, maar dat deed ik al niet hoor. Oké. Nu gaan we eens even taken doen. En ik ga zeker niet dood. Ik ga gewoon met iedereen mee. Iedereen gaat toch eerst swipe card doen. Ja, kijk hier. Hugo, Kreetjik, allemaal. Hup. Oeh. Kom op, jongens. Kijk, thanks. Kijk, Dylan staat hier. Ik weet het niet. Oeh. Hey! Dat is snel. Okay. Ik was het niet. Okay, oh, twee zelf. Nou, ik denk niet dat Rick het was. Dan wie zei ik heb eentje zeker gecatcht. Gewoon 100 miljoen procent. Ik denk dat ik weet wie het is. Ja, ik loop letterlijk. Ik loop letterlijk. Ik loop letterlijk. Ja, maar jou gebeurt heel veel op de achtergrond. Fubuki. Ik druk de bol twee keer. Ik kwam er per ongeluk gelijk weer uit. Rip. Hallo. Is even voor de beeldvorming. Is Kitta nu naar Jesse toegelopen, naar Fubuki? We zitten zeg maar in dezelfde kamer, maar we kunnen niet op elkaar scherm kijken. En? Dat heb je nu wel gedaan? Nee, hij is echt zo van... Ah, nee! Ja, dus het is wel duidelijk. Dus we gaan op Fubuki. Oh. Ja, ik denk dat dat best wel veilig is, ja. Maar Hugo, was dat ook degene die je wilde zeggen? Of, Mijn eerste stem. Ja, dat ja, ook. Ja, ja. Ja. Oké, nou. Jessie, heb je ook wat gezien op achter? Is hij eruit gegaan? Het was ook ik omdat ik soms wel andere spellen speel. New last word. Ik ben er net uit gekikt. Oké, dus er is één kill geweest. Ja, hij is er eentje uit. Ze hebben uitgevallen. Wat is de andere imposter dan? Oké, nou dan gaan we. Ik weet nu hoe ik mijn ding moet gebruiken. Ik ga naar... Hey, nu al op slot. Hey, toch? Goh, dat was snel. Nee. Niet weer. Wegwezen. Oh, nu gaan ze natuurlijk zeker me haten. Niet weer hoor. Oké, taakjes doen. Oké, ik ga proberen die andere taak af te maken. Oké, even... ontspannen. Oh, jongens. Waar had je Adinda gevonden? Ik heb hem gevonden in Navigation. Oké. En was er iemand? Nee, ik heb niemand gezien, dus ik heb echt geen idee. Waar was jij, Kreetje? Ik, heb... ik was ja, in Edwin met al... Hugo. Ja, ik heb jou nog wel gezien. Yes. En Hugo heb ik ook gezien. Volgens mij ben ik de hele tijd met Hugo geweest. En Bibi heb ik nog even gezien, inderdaad, in de admin. Die liep net weg toen ik nog met mijn upload bezig was. Ja, dus ik heb Hugo en Kreetjik nog gezien. Die verdenk ik niet echt. En toen kwam je bij Navigation? Want ik was klaar met mijn tasks bij admin. Dus toen wilde ik naar Navigation gaan en toen zag ik een body. Hey? Oké, nou ik was aan de linkerkant van de map. Ik heb letterlijk niemand gezien.
Hey, hoe grappig zou het zijn als Rick het nu was? Ja, dat zou heel grappig zijn. Maar dat is helaas niet zo. Ik zou ook zeggen als ik de imposter was. Dat zeg ik niet. Dat klopt. Oké, okay, ja nee, ik was in... hoe heet het? Ik heb die map hier voor me. Storage was ik. Netje. En wat was je aan het doen? Nou ja, ik was op zoek naar mijn taak. Was jij in storage, zeg je? Ja. Ik kwam uit admin. Ik heb de hele tijd volgens mij... Was dat de volgende ronde? Admin? Ik heb jou nog wel gezien inderdaad. Volgens mij liep ik Bibi voorbij en liet ik Jamila achter in admin. Jamila? Ik heb helemaal geen Jamila gezien in admin. Dat was eerder. Ja, dat bedoel ik. Zo goed ben ik in dit spel. Dus jij bent de hele tijd in storage gebleven, hè? Ik ben wel een beetje verdwaald. Dylan! Waarom ik stem op Dylan? Ik ook. Dylan? Ja, alleen maar als ik zegt. Nee, dat gaan we niet. Nou ja, zeg. Nou, als we winnen. Ah, Dylan! Iedereen stemt op jou. Oké, mega super. Was je ook de imposter of niet? Dat ga je zien. Dat gaan we zien. Ja! Nou ja, weet je waarom ik op je stemde? Iedereen in mijn chat die zat, ik denk dat Dylan het is, want Dylan is zo stil. Dus ik denk, oké, ik ga gewoon op Dylan. Maar dat was dus wel, je was wel heel stil, Dylan. Ja, nee, ja, snap ik. Ja, ik heb het een beetje verpest, Dylan, sorry. Hij is helemaal zenuwachtig ervan geworden. Ah, maar het is ook moeilijk. In je eentje dan ook imposter zijn als iemand er zo snel uit is, is moeilijk. Ik vind dat altijd lastig. Ik krijg er altijd meteen de stress van. Oké, ik krijg je bij het chat heel... zomaar iemand eruit te stemmen omdat ze stil zijn. Dus dat we nu al even... Maar het was wel goed, of niet? Ja. Laten we er ook nooit iemand uitstemmen als hij niet precies weet waar hij was, oké? Dan komt het helemaal goed. Kijk, ik weet voortaan ook niet meer waar ik ben dan. Gewoon net verder, dan ga ik geen voordeel gebruiken. Ja. Oh, camera's? Zijn er camera's? Oh. Ik zal in ieder geval iets beter mijn best doen om te onthouden waar ik ben geweest. Nou, dat deed je toch hartstikke goed zo? Nou ja, blijkbaar niet, want blijkbaar log ik. Oké, we gaan hem nog een keer starten. Maris, Atika geeft ons €5 als wij samen imposter worden. Oh, ik ben het mee eens. Dat gaan we nu meteen doen. Oh, we hebben €5 gewonnen. Woehoe, ik ben niet eens imposter. Hoe dan? Oké. Nu wordt het spannend. Want ik heb echt nog steeds geen idee waar ik ben. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Hier is Bibi. Eens even kijken, waar is mijn Mattie? Waar is mijn Mattie? We gaan alleen maar voor de double kills. Ik heb geen idee waar die is. Oké, we gaan eens eventjes kijken. Ja. Hey! Ai, ai. Dat was snel. Oké. Heel snel. Nee, want Jennifer is weer uitgekikt. Ja, ik ben er weer. Oh, okay. Ik denk al. Je dacht eindelijk iemand om te vertrouwen. Maar... Ik wist dat je haar kon vertrouwen. Hè? Oké. Je haar kon vertrouwen? Staan de visuals aan? Nee, ik stond in navigation met haar. Voor een lange tijd. Oké. Ik stond met Dylan in admin, hij heeft me niet gekilled, dus ik durf het op zich wel aan. Ik stond ook met Jamila een tijdje in admin, en net toen de body werd gereport, ging ze weg, dus... Waar was het lichaam? Ja, maar waar was... Kit, waar was jij toen het lichaam er... Of toen de body werd gereport? Zeg maar, vanuit navigation naar beneden, en ik kwam... Kwam je toen nog iemand tegen? Twee mensen liepen samen. Maar op dat moment ongeveer of 10 seconden daarvoor? Een beetje daarna, denk ik. Oké. Ja, hij was in electrical. En ik zag letterlijk iemand venten, maar ik kon de kleur niet zien. Ik was onderweg naar electrical. Mm. Ik heb Crea wel electrical inzien gaan, maar dat is al wel een tijdje geleden. Ik zag op dat moment... Ja, maar wie kan voor elkaar foutje? Inlopen en Lizzie eruit. Maar dat is het enige wat ik... Gezien, ik ben er ook al een tijdje weg. Ja, dat is heel lang geleden. En Dylan en ik zijn net nog helemaal aan de andere kant samen geweest. Dat is wat ik weet. Dylan en... Dus... Oké, dus
dat kan je afvinken. Ja, ik denk toch dat ik iets meer bij mensen in de buurt moet blijven, hoor. Want ik loop echt al doelloos rond. Ik zit nu in de cafeteria. Rick, ik net zo goed, hoor. Ik ben rondjes aan het lopen, joh. Doen we een skip? Dat het een verse kill is. Ik heb een skip. Ik zou niet weten waar ik op moet stemmen. Wie stemt er op mij? Niet ik. Iemand stemt er op mij. Oké. We gaan eens eventjes... iets doen. Oké, ik ga nu eventjes proberen mijn best te doen. Nee, die hoef ik niet te doen. Ik moet hier. Hey, Jamila! Oké, even bedenken waar ik heen ga. Ik ga nu naar... wat is dit? Hoe noem je dit? O2? Dit is... navigation? Oké. Okay. I can do it. Ik hoef veel te zijn. Ze zijn allemaal bij elkaar. Wat... Oké, ik ben lower engine. Ik ben nu upper engine. Ja. No! De boord is nog in electrical en ik zag Rol, zag ik daar heel... Nou, ik weet niet of die daar wegliep, maar die liep in dat gangetje daar, zeg maar. Ik was... Oké. Net nog was ik in, zeg maar, buiten de camera's. Buiten security. En welke camera? Ja, security. Alleen, ja. Nou, wacht even. Dat kunnen we misschien uitzoeken. Want, Rick, was jij daar ook? Was ik waar? Jij liep, zeg maar, op het hele laatste. Volgens mij liep jij omhoog. Ergens aan de linkerkant van de map. Ja, dat klopt. Dat was bij upper engine met mij. Ja, ja. Ik was heb richting... je daar... Jij was daar naartoe aan het lopen. Heb je in die gang Bibi gezien? Bibi is roze. Nee, ik heb er niet... Okay. Ik durf het wel, want ik stond in Reactor. Ik heb Bibi niet gezien. En ik heb Rick wel langs zien lopen. Dus dat betekent dat ik dus wel daar mensen kan zien. Dus ik durf een soort van wel te zeggen dat Bibi een beetje sus is. Ja. Yeah. Sorry, niet. Nee, maar... Klinkt heel schattig. Ik zag haar in lower engine onderweg naar... Of ja, niet onderweg naar security, maar... Toen ik in lower engine was, toen wilde ik verder lopen in die gang naar lange security, zeg maar. Alleen, ja, ik heb maar dan had Rick jou wel gezien. Ja, ik heb haar niet gezien daar. Nou... ja, ik skip hem. Ik heb geen idee. Ja, ik denk niet dat Bibi het is. Ik denk dat... ja, ik weet niet. Je hebt gelijk. Wat denk jij, Hugo? Rick, Dylan of Fubuki. Eén van hun. Ik ga skippen. Sorry. Ik had al gestemd. Ik had eigenlijk gewoon moeten stemmen, want dan was het nog zekerder geweest. Maar oké. We gaan eens eventjes kijken of we dit... hoe we dit moeten doen. Ja... Swipe card heb ik nog. Oh, lukt niet. Ja, het is gelukt. Oh. Oké, de kill cooldown is in ieder geval klaar. Oh jeez.
Ik zal allemaal achter me aanlopen dan. Pakken! Netjes gedaan voor Boekie. Ik heb het verkeerde vragen voor Bibi. Thanks for the save. Hey, hoe was dat? De allereerste keer imposter. Nou, dat was best wel spannend eigenlijk. Ja, hè? Was ja, wel, hè? Dood ja. Maar wat het voor mij vooral is, weet je wel, ik heb nu... Dit is nu mijn derde potje of zo, de tweede keer dat ik het speel. En ik heb nog geen idee waar ik ben. Dus ik kan ook niet zeggen van, ik was hier of ik was daar. Of, ja, precies. Ja. Dat maakt het wel lastig. Ik ook een beetje rondwerft, weet je wel. Ja. Maar, ik ken ook nog steeds niet aan elkaar was. Wat wilde ik nou zeggen? Oh ja, je kan toch een map eventjes erbij halen? Ik heb ook een map, maar dan nog, dan zit ik tegen... Maar hij speelde de ik ben dom kaart, want anders dan won hij niet. Oké, jongens, maar dit is wel de reden waarom je niet vote met 7 mensen. Want als je dan de verkeerde vote, dan hoeft er alleen nog maar een double kill te komen. Ja, weet je wat nog het ergste is? Met die vote voor Bibi heb ik geskipt. Het is een leerproces. Ik dacht het heel even. Jij kwam me zo achterna rennen, maar toen dacht ik, nee, hij weet gewoon de map niet en hij wil bij meer mensen zijn. Het is beide juist. Yep. Net ik trouw nooit erin. Eind daar toen dacht ik, nee, ik weet het, we groepen te veel nu. Maar ja. Ja, ik liep al weg. Ik dacht van, dit gaat me niet gebeuren. En wat gebeurt? Ik word gekild. Ja, het gebeurde. Ja, wij zaten ook sorry. Echt, terwijl we zaten mee te kijken als Spookje, zat ik ook echt... Maak die dubbelkill nu! Maak die dubbelkill! Ik wilde ook. Ik was alleen bang dat Fubuki te ver weg zou lopen en dat hij het niet zou zien. Maar hij pakte Jamila op tijd. Ik probeerde het te signen, maar dat is lastig als je elkaar niet kan spreken, zeg maar. Nee, inderdaad. Knip ogen, zo! Dus dat is ook best wel lastig, van ik kon niet, zeg maar, zien... Gaat hij het nou doen of gaat hij het nou niet doen? Goed, je had het goed in ieder geval. Jennifer, je ligt er nu al een keertje uit. Heb je last van je wifi? Nee, ik heb gewoon vooruit wifi. Oh, wat raar. Ja, want het zit wel op Discord. Ja, inderdaad. Maar misschien dat haar wifi af en toe gewoon een beetje eruit valt en dat Discord haar wel vasthoudt, alleen om zo, voor iedereen die kijkt, Jamila is inderdaad ook live. Ja, misschien als je er nu uitgaat, dat het dan in de game niet gebeurt. Ze heet Jamila. Als je er nu weer in komt. Kijk, en dan start ik nu snel. Dus dan zou je daar kunnen kijken bij Twitch. Oké, succes. Maar nee, heb je expres paars aangelaan voor Paarse Vrijdag? Yeah. Ja, natuurlijk. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Oké. Waar moet ik heen? Oké, met B. Oké, ik ga weer weg. Ik heb met B gedaan. En admin. Hallo. Achter de tafel. Ik wilde eigenlijk net zeggen dat Jesse oké was, maar dat heeft niet zoveel nut meer. En Hugo is volgens mij ook oké, want hij had me kunnen killen. Maar misschien kon hij me niet killen, omdat hij net Jesse had gedood. Dat kan. Kitta had mij kunnen killen, dus die is volgens mij ook oké. Ja, Kitta heb ik ook gezien. En Dylan heb ik, met B zien doen. Ja. Maar ik ook met B zien doen. Ik stond namelijk in admin wiring te doen. En de body was dan verder rechts. Dus daar ben ik nog niet geweest. En Kitta is langs mij gelopen. En ze had me makkelijk daar kunnen killen. En dan gewoon bodies kunnen stacken. Dus wat dat betreft... Ja, ik hoop echt... Ja, ik ging uploaden. En toen zag ik... Lijkt een beetje iemand liggen achter de tafel. En ik dacht, dat moet ik even reporten. Ja. Oké, maar Rick, sorry altijd over Mad Bay. Ik zit helemaal doorheen te lullen, joh. Sorry. Wat? Sorry, met me? Nee, het enige wat ik zei is, ik zag Dylan het daar doen, maar visuals staan niet aan, toch? Dus je kan het sowieso niet zien. Nee. Maar dat heb ik gezien. Nee. Kitta heb ik gezien. Ik heb volgens mij Bibi en Jennifer bij Weapons gezien. Ja. Dus, Hugo, waar was jij? Toen de body gereport werd,
was ik met Dylan in Electrics. Ja. Ja. Jongens, ik heb echt geen idee. Ik heb Hugo gezien en Jesse gezien. Jesse is dood en Hugo die zag ik in Electrocom, maar hij deed mij niks. Maar ja, kan ook komen door cooldown en voor de rest heb ik geen idee. Lizzie heb ik wel van niet gezien. Baby, baby. Dus ik skip hem nog niet echt gezien. Maar ik skip hem denk ik, want ik weet het niet echt. Ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Ik ga stemmen op Hugo voor de lol. Ja, vind je Hugo terug? Ik terug. Ik doe een skip voordat er weer zomer iemand wat uit. Oh nee, nog iemand! Nee, en had je lol, Kita? Jazeker. Ja, zeker. Totally worth it. Dat was wel goed. Alright, wat gaan we doen? Oh, hier, deze natuurlijk. Oh, het lukt niet. Ah, nee, het lukt niet. Ja, het is me gelukt. Kijk, Dylan zit hier. Navigation. Oh, ik sta helemaal aan de verkeerde kant. Oké, ik ga eens even kijken of ik een keer wat kan saboteren. Want... zou je kunnen doorrennen? Hé, ik kan gewoon doorrennen. Ah, dat is beter. Oh, dat is niet handig. Oh. Oh shit. Ah, kak! Hoe kom ik daar? Was niemand. Oh, dit is communications. Oh. Oké, ik was echt overtuigd dat Lizzie ook een imposter was, maar lijkt me niet dus. Nee, oké. Ik kan er niet meer op Lizzie stemmen voor de lol. Nee. Nee. Lizzie lag in... maar nog wel op Hugo. Ja, 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 dat wel, ja. Oh, wat? Hugo, je beweegt wel een beetje zus hoor, in ja, spel. Ik ben detective werk aan het doen en ik vind Geertik heel verdacht. Ja, omdat ik detective op jou aan het zijn ben, ik ben je echt aan het volgen. Nee, en je moet misschien maar even terugkijken, dan kan je het zien. Ik zit de hele tijd, ik ga achter Hugo aan. Maar jongens, wacht eventjes. In Electrical, zei je, Jennifer. Ja, en het was een verse kill, want ik zag Lizzie nog lopen en toen was ik klaar met mijn task. En toen wilde ik uit Electrical lopen en toen zag ik Lizzie liggen. De laatste die ik in electrical heb gezien is Dylan. Ik kwam Dylan net boven en zei geen weapons. Ik zat op de admin tafel en er stonden twee mensen in Electrical een hele tijd. En ineens werd er een body gekilled. Dus dat lijkt er voor mij op dat het meer een self-report is. Ah. Oh. Maar aan de andere kant... Wie waren er allemaal bij de O2? Ik heb Bibi gezien. Ik heb Rick gezien. Ja. Hugo heb ik gezien. Gedaan. Want die was ik aan het stalken. Ja, ik liep samen met Kippen naar die plek. Hij was natuurlijk iedereen er. Ja, alleen Jennifer heb ik niet gezien. Ja, ik vind Jennifer een beetje sus. Oké. Okay. Eigenlijk dat het Creatic en Bibi is. Want op zich, als ik erover nadenk, hè. Oh, gaan we weer. Ja. Ja, zijn ik nou weer. We zoals wel. Bibi was de allerlaatste bij O2 en Krejcik is heel snel met het zeggen van, oh ja, Bibi heb ik daar gezien. Nou, ze was echt letterlijk op toen het al gefixt was. En Jennifer stond haar taak te doen en de body was in de ingang, dus het kan op zich wel kloppen dat iemand langs is gelopen. Stem! Gelukkig stemmen ze niet mee. Maar ik heb gewoon even mijn... Dank je voor het vertrouwen. Dank je wel. Jamila's zus. Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan weer verder. Eens even kijken, want het is nu wel lastig. Het was makkelijker geweest als er iemand uitgestemd was. Maar we gaan het gewoon nog een keer proberen. Shields. Storage. Ik begin nu een beetje die naam uit mijn hoofd. Electrical.
Boulder Engine. Oh, Dylan is weg. Die was boos. Hey, baby, kom. Let's go. Lekker. Nou, het is okay, dus ook fout. Niet. Nee. Creatic. Het is ook niet Kitta, want die was aan de rechterkant en de body was links. En Dylan die is er volgens mij uitgeknikkerd. Ja, klopt. Ik zag hem letterlijk wegveden. Oh. Dat maakt het wel moeilijk nu. Ja, Thanos. Ja, ik weet het ook. Ik vind deze we oprecht moeten sowieso lastig. Stemmen. Ja. Ja. Ja, Kitta zou het kunnen zijn, maar niet deze kill. Ja, ik weet niet. Kitta, wat denk jij? Ik verdenk niet. Ja, nou, ik ben het niet, ten eerste. Nee, maar dat maar heeft maar, weinig, ja. Maar is het nou een double kill of is Jennifer er ook weer uitgeknikkerd? Was Jennifer al dood? Volgens mij is het een double kill, maar de bodies stonden wel los van elkaar. Oh. Maar dat is in de lower engine. Lower engine. Oké, okay. Wie was nu in lower engine? Ik was nice. Net buiten met B aan het lopen naar de cafeteria. Kan het een self-report zijn van Hugo, misschien? Zou kunnen. Zou kunnen, maar is het niet. Ja, maar ja dat zeg jij. Ja, het zou technisch gezien kunnen pakken. Ik was hier op admin en er stonden een heleboel mensen links. Dus aan de andere kant denk ik, ja, maar ik heb vandaag echt. Ik ben niet helemaal scherp vandaag. Dus ik kreeg ik zuster Jamila en die is nu dood. Andersom. Ik weet het. Nee, maar toen zei ik, Jamila. Wacht, Jamila, jij was admin. Ik was met B. Maar ze kwam wel van links, volgens mij. Nee, ik kwam van onder. Ik kwam van rechts, want ik had zeg maar. Heel in het begin had ik in electrical een zo'n knopjestaak. En toen moest ik helemaal naar beneden. Ik zijn nu wel lang aan het kletsen. Ja, ik doe Hugo. Ja, ik doe ook Hugo. Oké. Okay. Als het niet goed is, hè? I don't know, ja als dan. Als het niet goed is, dan zijn we dood. Oh. Tenzij Dylan imposter was. Ja, tenzij Kitta imposter was. Ja, ja. Nee! Ja. Oh, niet! Die had ik echt niet verwacht. Jij mag niet meer winnen. Lekker, Bibi. Hoezo heb jij nou alweer 2 imposter wins? ik weet het niet. Ik is hier wel. Daarom mocht ik niet meedoen. Nee. Ja, dat is gewoon. Ik ben gewoon gedood door Rick. Ik verdenk jou niet omdat ik gewoon weet dat je niet schuld, weet je wel. Hij heeft nog een beetje de onschuld. Maar we keren je wel kennen, hoor. Nou, ziet jou lopen, hij heeft mij doodgemaakt, dus vertrouw Rick niet kijk meer. Kijk die noob nou, kijk hem nou. Ja, nee, laat hem maar zijn ding doen. Ik heb het andersom gedaan, want ik zag zeg maar Rick daar lopen. En ik ging er zo van uit dat hij onschuldig was. Dus, en ik zag hem samen met jou, Kreatjik. Dus ik dacht, oh, nou als Rick dood is, dan is Kreatjik het hoor. Maar ik had het niet andersom gedraaid. Ik zag Rick gewoon de madface. Nou, dat doe jij beter dan ik, Rick, want ik ben altijd verdacht. Dat komt ook omdat ik er heel onschuldig uitzie. Ja, ja. Zo, jongens, ik neem hetzelfde pak als Rick. Kijk, ik neem hetzelfde pak als Rick, dan zie ik er ook onschuldig. Maar Rick is raak. Ik ben nu ook raak. Kijk hoe onschuldig ik ben. Zie je, ik ben een conciërge. Super onschuldig. Ik ben nog steeds rood. Conciërges zijn een beetje creepy over het algemeen, eerlijk gezegd. Ja, zat Rick die mij doodmaakt de hele tijd. Nee, Bibi, jij speelt wel netjes hoor. Jij doet ik had goed echt door, niet gehoord dat jij het was. Ik had echt je. Ja, maar dat komt wel een beetje door haar stemmetje hoor. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja, precies als Rick ook praat. Ik weet het niet. Dat helpt wel. Ik ga wel toepassen. De volgende ronde, jongens. Ik weet niks. Ik weet ook niks. Ik ga vanaf nu zo spelen hoor. Ja. Ik oh, Jamila. We gaan samen alle kanten van de ik vertel helemaal maar het is wel echt de meest onschuldig lijkende mensen. Rick en Bibi. Alle twee imposter. Is wel een beetje waar. Ja. En ik heb ook nog steeds de neiging om op Hugo te stemmen. Omdat hij zo'n enge witch hat op heeft. Ja. Hugo. Hij vraagt er wel een beetje mee. Serieus, niet zo eng uit. Dat is een killer. Doe het conciërgepak aan. Hey. Dat is lelijk. Ik ben een poopy prank. Ik ga echt als conciërge. Oké, gaan we nog een potje doen? Ja, is goed. Ja. Oké, gezellig. Succes. Yes.
Nu is Crea uit, hè, want ze is gewisseld van outfit. Okay. Ja, dat nou, zou leuk zijn. Ik hoop niet dat ik het weer ben, hoor. Want dan ik bedoel, nee. Is er iets mis met het spel. Ach, gelukkig. Ik ben gewoon een crewmate. Oké. Okay. Ah, nee, niks. Dat kan niet. Ik geloof niet. Ik geloof het niet. Ik denk dat... Hé, hey, wegwezen jij, Engert. Nee, ga weg. Hier. Kom, volg me. Volg. Hier. Hoe werkt dit? Hoe moet je dit doen? Ik kan geen idee wat dit moet. Oké, dat is... Alle lampjes moeten aan. Oh, wat erg. Oké, waar moet ik heen? Oké, storage hierboven. Niks gebeurt, hè? Trouw deze niet. Ik geloof het niet. Oké, ik kom vanaf Med Bay naar om de O2 te fixen en in navigation ligt een body. Oké. En heb je iemand gezien? Ja, ik zag echt 5 man, maar ik kon niet zien wie van welke kant kwam. Waar was hij nou, zei je? Navigation. Navigation. Wij waren daar toch ik net allemaal bij O2. 4 andere mensen of zo. Ja, ik liep dus door en daar lag letterlijk een body. Oh, die lag er toen dus waarschijnlijk al. Ja, oké, dus wie waren er allemaal bij elkaar? Maar dat denk ik dat het al best wel een oude kill is, want we waren net bijna allemaal in electrical volgens mij. Vanaf daar zijn we allemaal met de hele bubs. Wie die, zat er nou met die lichten te... Ja, iedereen. De imposter, ik heb echt lachen, jongen. Ja, echt die lichten gingen van op en beneden. Okay. Op een gegeven moment dacht ik, doe wel niks. Oh, dat was ik. Dylan en Hugo. Ja, Rick was er, Hugo zag ik, Bibi zag ik. Kitten zag ik, Jamila zag ik. Jij was het. Rick, Dylan en Hugo stonden erop, dus ik heb zus op één van jullie sowieso. Waarschijnlijk op gewoon. Ik denk juist niet, eigenlijk eerlijk gezegd. Ik denk dat de killer weg is. Ik heb ook de enige zus die ik heb is op Crea Chick. Want ik weer. Ja, nee, maar ik zal je vertellen waarom. Ik ging namelijk meteen bij de start ging ik naar admin. Meteen. En ik had mijn swipecard in één keer, hè. Gewoon, hup, first try, bats. Maar toen was jij al 10 seconden weg. Terwijl je er wel heen ging om te doen. Nee, ik heb mijn swipecard niet gedaan. Ik dacht, ik doe eens een keer wat anders. Of heb ik hem wel gedaan? Ik weet niet meer. Dan was dat het vorige potje. Elke keer zeg je, ik doe het een keer wat anders. Ja, maar ik heb het nu niet. Ik heb het nu wel gedaan. Ik heb nu wel swipecard gedaan. En toen ben ik fuel gaan doen beneden. Toen uiteindelijk ben ik naar electrical gegaan. En Rick is daar ook. En nu zit je net zo lang te kletsen dat we niet meer kunnen stemmen. Dus ik skip hem voor nu, maar ik vind je wel verdacht. Oh, ik ga die Rick in de gaten houden. Nee. Hij zat achter Rick, want ik dacht dat jij mij dat jij een double kill wilde. Nee joh, ik durf niet. Oké. Nou, ik ben niet blij. Want ik ben het niet. Oké, nou. Ik denk dat als het wel is, ben ik natuurlijk de eerste. Nee, dat zal niet, want dat zal heel dom zijn. Even kijken, ik moet wat gaan doen. Wire. Kijk, zie je, dan zit ze me op te wachten. Zit je me nou op te wachten, joh? Wat zit je me nou op te wachten? Hier. Ik pak je. Oké. Tjak! Oh, lights.
Als je het in je eentje doet, is het vet makkelijk. Oké, even kijken. Ik moet er wel wat gaan doen, want anders dan heeft het natuurlijk niet zo van nut. Oké. Oh. Ik denk dat het Rick is. Ja! Waar lag het lichaam? Ja. In navigation. Oh, hier. Oké, dus iedereen die van lichten afkwam... Jamila is het sowieso niet, want wij kwamen van lichten naar... Bibi ook niet. Hugo ook niet. Nee, Kit ook niet. Ik vind Rick ook wel verdacht op dit moment. Ik heb Rick wel de hele tijd gevolgd, maar hij was wel bij navigation, maar ik heb hem daar dan geen kill zien maken. Hij ging toen wel achter mij aanrennen en toen ben ik gevlucht helemaal richting security. Ja. En we zijn helemaal die kant op gegaan. Ja, dus ik heb Rick niet zien killen, dus hij zal dit keer niet geweest. Maar ik vind hem wel heel verdacht. Ja, maar als hij achter jou aankomt, dan had hij wel gekund. Dus ik zag Rick ook in navigation nog, maar ik heb hem ook niet zien killen, dus... Ja. Laten we in ieder geval op niemand stemmen, want we zijn er skippen, absoluut niet. Skippen, ja, sowieso skippen. Ja. Die fout maken we niet nog een keer. Ik vind Jamila ook wel een beetje verdacht. Same. Ja, maar ik ben het niet. Die kill kon ze sowieso niet maken. Dan had ik jou voor het gebruiken. Je stond er heel mooi, heel alleen daar. Oké, eens even kijken. Nou, weet je wat we gewoon gaan doen? We gaan gewoon heel snel die taakjes doen. Hé, hey, wat doe ik hier? Ik moet dit. Ach. Go do something else. Oh, dat kan dus gewoon. Ah, je hoeft hier niet te blijven staan. Oké. Wat moet ik nog meer doen? Oeh, al die enge dingen hier. Hoi. Oh. Tom. Dat was het. Hey. Wat is dit? Ah, hier. Oeh, ik vind jullie allebei eng. Ik weet... Ah! Ik had al zo'n vermoeden. Dat alarm ging af, dus ik ben zoeken naar een body en toen vond ik Jennifer in admin. Het was niet Jamila. Oké. Nee, want jij bent heel de tijd geweest. Ja. Ik heb jullie de hele tijd gezien, maar uiteindelijk ben ik toen dat alarm afging expres naar rechts gegaan, want ik dacht, oké, er moet dan nu ergens een body liggen. En ja hoor, vond het in admin. Maar mag ik wat vragen? Ook wel. Ja, wij waren echt met z'n allen in Reactor en jij bent de enige die in admin daar dus is geweest. Ja, dat klopt. Stoortjes zijn naar rechts gegaan en wij zijn naar links gegaan. Ja. Dus ik vond het al verwacht. Geen admin. Nu is zij dus ik ben helemaal een rondje gelopen. Het is wel... Ja, ik was security en toen ging het alarm op, toen ging ik gewoon naar Reactor. Ja, ik denk dat Rick het is, maar waarschijnlijk weer Rick met Bibi dan, denk ik. Of Rick met Hugo, één van de twee. Alleen, ik heb mijn taken allemaal af. Wat zeg jij? Ik denk dat jij het bent, Magic. Nee, ja, ik ben het niet. Oh, wacht. Ik denk dat Jamila sowieso niet is. Ja, Rick en Kree... Ah, nee, die zit nee ik ben het niet. Ik heb al mijn taken af, geloof me, ik ben het echt niet. Kom maar bij me staan, ik kill je niet. I swear. Ja, dat kan ik ook wel één rondje maar doen. Maar ik ben het echt niet. Dus laten we niet crewmates uitstemmen, alsjeblieft. Echt, geloof me dit keer, ik ben het niet. Ik denk dat Rick het sowieso is, want hij framed me al de hele tijd. En dat slaat nergens op, want ik ben een crewmate. Dus ik stem sowieso op Rick. Ja, oké, Rick. En de volgende ik weet ik niet, dat wordt een gokje tussen Hugo en Bibi. Weet je wat? Ik zou het niet doen. Ik vertrouw er helemaal niks van. Ik ben nog steeds vanaf het begin... Ik zal wel gewoon creëren, chick. Ik ben het zat. Wat doe je me aan? Ja, ik wel. Hey, jongens, weten jullie nog die potjes die we speelden zonder Rick? Leuk waren die, hè? Oh, iedereen haat me. Wat is dit? Nee, we haten je niet. Ja, jij bent gewoon een imposter. Gewoon meer kans om imposter te zijn, dat is het. Oké, misschien dat ik mezelf iets te verdacht gemaakt. Maar in dit geval was ik het niet. Oh, ik moet wel even mijn taakjes afmaken natuurlijk. Oh, ik kan door de muren. Yes, easy. Easy game.
Easy 5. Aww. Rick. Oh, nee, natuurlijk niet. Oh. Oh. Ik dacht echt dat jij het was. Drie keer achter elkaar. Ja, ik vond het al zo knap. Oh, Bibi en Hugo. Ja, ja, ik was wel geweest. Mijn zus op jullie, maar ik was te gefocust op Rick. Ja. Ja, Bibi, jij bent wel vaak in poster. Ja, drie keer. Ja, Bibi en Hugo werkt ook goed samen. Maar Marissa en ik nog steeds niet, hè? Wat nee, nou hoe dan? En ik wil nu ook wel met Rick graag imposter zijn. Maar ik wil met jullie ja, allemaal graag imposter dat jullie zijn. Jullie allebei waren, maar ik zat zo naast. Ja. Nou, ik netjes het gedaan, niet, Hugo en Bibi. Ja, ik kan ook helemaal niemand vertrouwen, hè? Wat is dit nou weer? Ja, naar is dat, ja, maar hè? Dat is dus ook de reden waarom ik dit spel niet wil spelen, hè? Moet je nou voorstellen dat ik zo meteen dat Marissa iets tegen me zegt en dat ik het gewoon niet geloof? Ja, maar dat is nou het spel, hè? Nee, ik ben niet in mijn gewone leven ook altijd zus. Nou, broer, best wel. Nee! Maar heb jij dat niet, Kitta? Dat ik Jessie niet meer geloof nu. Dat Jessie op de bank slaapt, bedoel ik. Oké. Okay. Ik vertrouw hem standaard al niet bij spelletjes, maar niet in het echte leven. Oh, nee, het echte leven vertrouwen standaard al niet. Nee hoor, ik vind je dat niet lief hoor. Je concierge, je outfit. Ah, gelukkig. Het is trouwens wel waarschijnlijk dankzij mij dat we hebben verloren. Want ik had blijkbaar de laatste task. Oh. Dat zegt mijn chat, dus het is mijn schuld. Oké, ik ben even in de kerststemming, want de concierge outfit maakt me niet onschuldiger. Nee. Die rode kleur. Nee, zal dat het toch zijn? Ja, Bibi, mag ik even jouw roze lenen? Ja. Die werkt goed. Ja, van die duivelsoortjes nee, hoor, moet je hebben. Nee hoor, lekker roze. Gaan we nog een potje doen? Ja. Gaat het goed met de internetverbindingen, Dylan en Jennifer? Ja. Ja, oké, okay, gelukkig. We hebben een uur bezig. Even ballon omhoog. Oké, okay, let's go. Oké. Okay. Succes. Succes, jongens. Succes. Nou, we gaan eens even kijken. Het is wel eens een keer tijd dat ik het niet ben. Kijk. Gelukkig. Oké, nu ga ik heel snel die taakjes doen. En goed opletten. Hier. Dylan, Jennifer, Lizzie, Dylan. Hoppa, first try. Oh, fantastisch. Fix wiring. Oké, ik ga nu vet gevaarlijk doen, want hier gaat het altijd fout. Het moet ook zo precies. Kom, hup. Hup, nee, weg. Oef. Oh. Ja. Lizzie? Yep. Wil je eventjes uitleggen wat er gebeurd is? Ja, je moet even vertellen hoe dat mes daar zo erin is gegaan. Stilte, oké. Okay. Ik ben er weer. Ik was gemute. Oh, sorry, ik was gemute. Ik zat al helemaal te vertellen over hoe goed ik de map wel niet ken en dat soort dingetjes. Ja, en ik weet niet. Ik vond het heel verdacht. Ik liep samen met je naar binnen. Ik dacht, en toen zag ik Krejcik daar en ik ging weg. En ik denk, nou, ik blijf heel even staan. Toen kwam Kitta aan en we gingen samen naar binnen en toen was het voorbij. Ja, ik denk dat ik misschien op mezelf stem. Lijkt me een goed idee. Ik dacht, gokje, wel niet. Ja. Helaas. Heeft iemand Jamila dood zien liggen ergens? Oh, nee. Nope. Oh. Nooit gevonden. Nou, dan gaan we die Avenger hierna. Ja. Je mag stellen, Jennifer. Ja, maar het beeld is het niet. Uh-oh. Ja. Ik heb net die iPad, zeg maar, net buiten beeld. Oh, dat is niet handig. Nou, dan moeten we nog 30 seconden wachten. Wat doen we in de tussentijd? Laten we een liedje zingen.
Ik wil net zeggen, we gaan een liedje zingen. Ik ken alleen maar één liedje en dat is Kabuya. Mega super de bom. Nee, sorry, ik was even de songtekst aan het opzoeken, maar ik kon het niet vinden. 5, 4, Kabuya, mega super de bom. Oh, nee. Jennifer is eruit. Victory! Oké. Okay. Mijn microfoon weer uit voordat ik. Voordat iedereen hoort dat ik een crewmate ben. Oké. Okay. Aan de ene kant vind ik crewmate zijn makkelijker. Omdat je hoeft je niet te verdedigen, je hoeft niet te liegen, je kan gewoon vertellen wat je aan het doen bent. Maar, ja, ik weet niet. Ik vind het ook wel wat lastiger of zo. Het is echt, oh nee. Ah shit, ik ga de verkeerde kant op. Oh nee. Huh? Wel snel gefixt. Oké. Okay. Hey Fubuki. Hey Hugo. Hey Bibi. Oké, ik heb iedereen gezien. Behalve. Die heb ik niet gezien eigenlijk. Nee, ik vind het echt super tof trouwens dat jullie nog steeds kijken en. Ja, ik denk dat er niks anders op zit dan dat ik dit gewoon maar vaker moet doen. Maar ik denk niet dat ik alleen maar Among Us ga spelen hoor. Want als ik zie hoeveel gedoe het is om elke keer zoveel mensen bij elkaar te krijgen, dan weet ik niet of ik daar zin in heb. Maar ik denk dat er best wel nog wat andere spelletjes zijn die ik ga spelen. Dus het is in ieder geval leuk. Easy. Ja. Kitta. Oeh. Je had of net een cooldown. Een boekie. Het gaat me niet weer gebeuren dat ze verliezen doordat ik. Of dat we verliezen doordat ik mijn taak niet heb gedaan. Oh nee, wie was het? Wie was dat? Nee, oh! Hallo? Hey! Hallo! De body lag in. Hallo? Rick stond gewoon naast de body. Wat? Wat? Dat zag ik op de camera. Oh, is dat zo? Zit er een admin? Oh no! Ik was mijn taakjes aan het doen. Kitta, die is. Het enige wat ik in ieder geval weet is dat dat inderdaad niet heeft gedaan, want ze stond echt naast me op de cameras, inderdaad. Ja, hetzelfde. Ja, of jullie zijn het allebei. Nee, dat denk ik niet. Die is er net uitgegooid en het was duidelijk dat zij het was. Nee, Kitta is volgens mij. Ja. Is er nog maar één? Ja, nee, oké. Okay. Het is dus Rick, denk ik. En anders is het Bibi. Ja, ik denk het ook. Ik denk het niet. Ga er wat harder over nadenken zodra je in de ruimte vliegt. Nu weet ik zeker dat jij het bent, Kitta. Wat? Dat was gewoon een mooie rood. Ja, nee, hartstikke mooi. Tot zo. Oké, ik rond even mijn taakjes af. Dan is dat in ieder geval klaar. Gaan we eens even kijken of er Kitta is. Want ik heb zo'n vermoeden dat die sneaky snack
En ze kan geen dual kill maken natuurlijk. Maar ik vertrouw er voor geen meter. Oké. Okay. Ja, even... Hoe heet het? Oh. Ik zag Bibi in cafeteria Adinda killen. Ik zag letterlijk Fubuki... Nee, nou ja, probeer je killen. Mij af te schrijven. Nee, het is juist andersom. Ik zweer het. Nee. Alsjeblieft, geloof me, ik zweer het. Ik zie haar letterlijk. Nee, ik zweer het. Heel grappig dit. Ik ga en het op mij afschrijven. Ik had dus eerst Kitta. In de stem hoor je het gewoon, dat ze het niet is, die Bibi. Ik zag jou Kitta killen. Nee, het is juist andersom. Ik zag jou Adinda killen. Nee, ik wil juist ik zweer het. Oké, even tegen jullie. We hebben de visual task uitstaan. Dus ja! je kunt ze nog wel doen, zeg maar. Alleen je ziet het inderdaad niet van elkaar. I have a little secret. Maw. Hey, fucking. Third for wat een baas. Oh, maar ik ben gemarineerd. Ja. Oh! Ik dacht dat jij het was, Kitta. Want jij de hele tijd met Fubuki achter mij aan zat te lopen. Dus ik dacht, misschien zijn jullie twee het gewoon wel. Nee, ik dacht dat jij het was. Dus ik dacht, als ik nou met Jesse achter jou aan ga, dan vermoord je of één iemand van ons. Of dan gebeurt er niks. Omdat jij me de hele tijd achterna zat, omdat ik dus net een immersion beating aan gaan klikken. Want ik vond het heel verdacht. Dus, nou ja. Ja, ik zag jou ook echt gewoon, ik liep al spookje met je mee en ik dacht, oh sorry, we zaten allebei tegelijkertijd door elkaar, zeg maar. Ja, ik zat wel tijdens van die laatste ronde van, ik moet Bibi framen voor de moord op Kitta, dus ja. Ja, nee, je hebt het super goed gedaan. Ik liep alle tijd mee. Ja. Het is gelukt. Heel goed gedaan. Rick, ik zat jou te volgen als spookje. En ik zag dat je naar die body van Hugo ging. Dus ik echt zo, yes, ga naar Edwin. En ik zag je naar binnen gaan, ga je de taak doen? Ik zo, wat? Ik zag je body liggen. Daar kwam Dylan echt super droog binnenlopen. En zo, ja, maar, weet je wat, Rick? Wat het stomme is? Ik had het echt niet gezien. En ik zei net nog dat de laatste taak, die ging net mis, zeg maar. En daardoor hadden we niet gewonnen. En nu was het weer mijn laatste taak. Ik denk, ik zei ook letterlijk in mijn stream, ik ga het niet weer laten gebeuren dat mijn laatste taak ervoor zorgt dat we niet winnen. En werd ik er gewoon uitgestuurd. Dat was wel echt lucky voor mij, eerlijk gezegd, dat Rick daarnaast stond. Ik was echt al lang klaar met mijn taken. Wie moest nog taken doen? Nou, ik moest die ene taak doen voordat ik eruit getrapt werd. Mijn taken waren af hoor. Al lang. Maar als spook heb je ook nog al je taken afmaken, hè? Ja, en als spook heb ik het ook meteen afgemaakt daarna. Oké. Okay. Ja, same. Ik had ze ook allemaal af. Oh, ja, Jesse, dat was wel lastig hoor. Ja, netjes gedaan. Ja, heel gedaan. Hoeveel heb je er nou uitgeschakeld? Bijna alles heeft hij gedaan. Ja, joh. Super knap. Ja. Het was echt op precies hetzelfde moment dat Lizzie iemand gekild had. Kwam ik uit een vent en dat zag Jamila, dus ik moest daar gelijk killen in die eerste ronde. Ja, deze wil ik echt even terugkijken. Ja, maar echt, deze ga ik ook echt terugkijken op iedereen. Ja, jammer genoeg. Volgens mij heb ik dat niet aanstaan. Sorry. Jamila. Ik kan terugkijken, ja. Ja, hallo. Nou, vooruit. Lizzie, ik stond met jou in Electrical en ik dacht, met Lizzie, daarmee kan ik wel staan, dat gaat goed. Die vindt mij aardig, helemaal goed. Nee, en ik dacht, Rick loopt weg en ik keek nog even, ik denk, nee, hij is echt weg, hij komt niet terugkijken, ik kan ervoor gaan. En opeens staat hij er weer. Yep. Ik vond Rick ook wel heel suus. Rick is altijd daar in die vent. Denk ik. Ik had Jesse door vanaf het begin. Ik volgde hem de hele tijd. Toen wilde ik net emergency en toen killde hij me. Oh, sucks.
Oké, okay, gaan we er nog één? Ja, wacht even, wacht even, wacht even. Oh, ik wil even aanzetten hoe je de video record, snap je wat ik bedoel? Op Twitch? Hoe doe ik dat? Dat je hem terug moet kijken. Oh, yeah. Store past broadcast. Oké, ik heb hem. Ik heb dat doe je snel. Denk ik. Applaus voor Jamila. Goed gedaan. Alleen ik weet niet of hij dan echt alles gaat opslaan wat ik tot nu toe heb gedaan. Of gewoon vanaf nu, zeg maar. Dat is een goede vraag. Oh, mensen hebben al clips gemaakt. Wat leuk, joh. Wat is dit nou weer? Wat grappig. Er is wel een clip gemaakt van die kills. Dan kunnen we die terugkijken. Vraag even aan... Volgers. Volgers in Jamila de Twitch. Maak even een clip daarvan. Van al die kills. Die kills. We willen het graag zien. Leuk. Ja, als dat nog... Ik denk dat het een beetje te laat is. Maar als je weet hoe het werkt, doe het. Deze Twitch-groep heeft geen idee. We gaan een nieuw potje beginnen. Ja. Let's go. Oké, succes. Hey, thanks for the follow, Hannah. Succes. Of Hannah. Sorry. Oh, oké, daar zijn we weer. Ik vind dit toch wel echt een hele vervelende. Gelukt en niet dood te gaan. Oké, nu doen we met B. Bibi komt uit met B. Oké. Hey. Hugo, nee! Kitta, niet weer! Niet deze act. Jongens, ik ga geen eens zeggen waar het was, want ik zag Kreatje killen, ik zweer het. Oké, dus het zijn Hugo en Krea. Nee, het zijn Kitta! Ik zag natuurlijk de niks niet, wat? Ik zag het natuurlijk! Ik heb geen idee de situatie tussen Bibi en Kreatje, maar ik weet dat Kitta met een mes... wie was het? Ik weet niet eens welke kleur de boeien was, maar in ieder geval zag ik het. Kreatje, oprecht. Ik stem als eerste eventjes op Hugo. En dan wil ik eventjes het volle verhaal laten horen. Ik stond bij Communications. Sure. Stond ik bij Jesse te kijken die aan het downloaden was. Lizzie kwam langs. Oh, Lizzie is dood. Lizzie kwam langs. Die had je even doodgemaakt onderweg. Het alarm ging af. Ik dacht, oh, er is waarschijnlijk iemand aan de rechterkant vermoord. Want ik was toch al in de buurt, dus ik ging naar rechts. Ik zie Hugo weglopen. Hugo ziet mij. Die heeft zo'n paniekmomentje. Loopt terug naar het lichaam en report het. Oké, dat was een mooi sprookje nu, ik. Ik zie letterlijk, ik kom in de vacation binnen, het was zo makkelijk. Ik zie Kitta daar staan. Ik zie, je kan niet eens expressie zien, maar ik zag haar met een schuldige kop kijken. En bij een dode body. Dus dat is verzet voor mij. Je had echt een stare-down, hè? Oké, Kreatje, wie denk jij het is? Wie denk jij dat het is? Behalve jezelf. Kreatje is ook een imposter, die gaat zeggen dat ik het ben. Ik ben begonnen in admin, uiteraard, met mijn swipecard. Nee. Wie denk jij dat het is tussen Hugo en Kitta? Oh, tussen Hugo en Kitta. Ja, weet ik niet, want dat wil ik toch zeggen. Ik heb eigenlijk nog helemaal niemand gezien. Dus ik kan nu wel gewoon wat gaan gokken aan alle verhalen, maar ik heb geen idee. Dus ik zou zeggen skip, maar... Het is sowieso Kitta, want dat zag ik, en Bibi of Kreatjik. Nee, ik zweer Kreatjik, ik zag ben het niet. Gebeuren. Lekker! Oké. Nee. Dit keer word ik wel geloofd. Stap hier dichterbij verliezen. Ik had niet gestemd. Ik had gewoon niet gestemd. Het is niet slim. Ik vertrouw die Kreatjik namelijk ook niet. Vindt er altijd... Wat doet ze daar? Wat is dat voor plek? Wat doe je daar? Weet iemand dat? Ik denk ook dat Kreatjik het is. Ik vind haar namelijk veel stiller dan normaal. En ik vind ook dat ze mij heel weinig beschuldigt van dingen. Dus ik... Ik weet het niet. Maar goed.
Hey. Dylan, die staat stil? Hallo? Doet niks. Oké. Oké, wat gaan we doen? Wat Bibi daar te doen? Nee! Wegwezen. Weg. Ik geloof niks. Nee, weg. Nee! Laat me met rust. Laat me weggaan. Ik wil niet. Oké. Oké. Oh nee. Oh, huh? Aan de rechterkant. Oké. In electrical lock body. En wie is de electrical killer? Hugo meestal, maar die is er al uit. Nee! Ik was trouwens niet in electrical, ik was helemaal rechts. En als het goed is, Jamila me gezien ook. Ik was met Nick. En, maar waar was je daarvoor? Ja, ik zit echt te denken, geen idee. In electrical, ik zit er nee, te joh, ik... Ja, in electrical was ik! Oh, ja. Wacht! Ik denk dus dat het Kinta is, want ik was dus met... Rick, Wacht, Bibi. Jij zegt in de vorige ronde dat je Kreatchik zag killen. Ja, en nou denk je dat iemand anders het is. Kreatchik en Kitta samen. Ja, nee. Maar Kreatchik is een ronde. Oh ja, nee. Ik ga gewoon... Nee. Maar ik weet 100% zeker dat Kreatchik is, dus ik ga gewoon weer Kreatchik. Dan ben ik 100% zeker, want ik zag het. Alleen, ik verdenk nu ook Kitta, want... Ik was er met ga je nu lopen. Ga je nu stemmen op mij of op Kreatchik? Nee, op Kreatchik, die ben ik 100% zeker. Jou niet, ja. 100% zeker. Oké, dan stem ik. Ik stem ook op Kreatchik, maar... Ik vind Bibi nu wel heel erg verdacht. Dat bedoel ik. Ik wil even mijn verhaal doen, want kijk. Ik was er met Rick aan het lopen. Nog 30 seconden, Bibi. Langs electrical. En toen gingen de deuren dicht. En toen liepen Rick en ik om naar cafeteria. En toen was Kitta daar achter gebleven. En toen is ze, denk ik... Electrical ingegaan, er was iemand, hij is gekild door gefans en ja, dat. Nou, dat denk ik. Ja, ik ben niet in Electrical geweest. Tot aan, zeg maar, dat ze echt heeft gekild, is het helemaal waar, sowieso. Maar de rest weet ik niet, want wij waren boven. Nee, maar ik had jou makkelijk kunnen killen, anders ik. Ja, ik was ook bang. Hebben we gewonnen? Ja, jullie hebben gewonnen. Ja! Yes! Bibi, die had mij gezien, maar ik kon gewoon niet tegen haar liegen. Dus ik zeg nou gewoon niks. Ik kon het, sorry, ik vond het echt, kon het zo gemeen. Ik wilde je eigenlijk helemaal kapot maken. ik zag Bibi, maar ik denk nee, dat kan ik niet aandoen. Dat vind ik gemeen. Nee. Dus ik heb gewoon maar niks. Even trouwens over Marissa's stream. Het klopt inderdaad dat zij een beetje achterloopt. Ja, nou, ik had weer al die paniek aan het zijn. Ik liep alleen maar een tip van de oprol. Ik dacht, ik ga Bibi volgen, want als er dan iemand wordt vermoord, dan is het niet Bibi en dan is het dus Kreatchik. Alleen Bibi vindt mij heel eng, dus die was het eerste potje, maar ik had te veel spanning. Nee, ik was niet vrij zeker dat Hugo was. Dus daarom was het even raar, zo van, huh? Maar oké, het verhaal vanuit haar perspectief klopte wel. Dus ja, ik geloof Hugo echt wel. Haar verhaal klopte zo erg dat ik gewoon niet meer wist wat ik moest zeggen. Nee, ja. Zo legit. Ja. Ik was ook gewoon helemaal stil. Oh, was het. Ja, maar ik zag ook zo aankomen lopen. Ik dacht van, oh. Ja, het is inderdaad een... Geen Sherlock, ik sta gewoon door. Miss je veel. Het goede liep. Oh, nou, ik was echt, nadat die reactor ging, toen dacht ik, oké, ik ga even naar rechts kijken of ik iemand kan killen. En Lizzie stond zo prachtig in het gat stil te staan, dat ik dacht van, oh, easy kill. Maar toen kwam Bibi. En... Zo, ik heb eventjes een eentje aangemaakt zonder dat je die meiden hoort. Want het is een beetje... storend inderdaad, als ik probeer te vertellen. Maar ja, het klopt inderdaad. De latency, zoals je dat noemt, zeg maar, van YouTube is groter dan Twitch. En het probleem is, als je hem lager zet, en dat hebben we wel eens geprobeerd, dan krijgen mensen de hele tijd dat hij blijft bufferen. En dat hij dat het wazig wordt, zeg maar.
Ik zet hem weer eventjes op de Discord. Oké, ja, ik moet ook swipe card, uiteraard. Iedereen doet swipe card. Oh, first try. Lekker. Oké. Okay. Dit is download en upload volgens mij. Die. Gaat het al snel? Oké. Zo. Jongens, ik heb iemand zien venten. Oh, wie? Oh, welke kleur? Ik zag Dylan venten. Oké, nou dat is duidelijk. Ja. Dylan, wat heb je door? Ah, nu geloven we haar wel. Dat kan ook niet. Ja. Dit gaat heel makkelijk. Zo, volgens mij heeft iedereen een hekel aan Dylan, of niet? Ja, dit mag die jongen nog wat zeggen, of... Ik hoor hem helemaal niet. Nou, Rick heeft nog niet gestemd, dus hij kan nog iets zeggen. Heel slecht, Dylan. Ja, dus ik kan het niet doen meer. Nou, nou ja, in dat geval. Easy game, easy life. Oké, nou, we gaan eens eventjes die taken afmaken, want waar ben ik? Oké, hier ben ik. Panda, Ivy Panda weer vraagt, komen er nog verbouwvideo's? Ja, dat vinden wij ook de leukste video's om te maken. Maar ze kosten heel veel geld en heel veel tijd. Dus dat willen we wel en dat gaan we ook zeker nog wel doen. Maar ja, dat duurt dus altijd eventjes. Oeh, wegwezen jij. Ert? Oh. Oké, okay, nu Hugo, niet gelopen. Weer. Nee, niet weer. Nee. Oké, jij mag het weer. Prima. Oké, ik wil eerst Hugo's verhaal, alsjeblieft. Oké. Vanuit cafeteria heb ik de wire. Ik ben echt heel benieuwd hoe die zich hieruit gaat redden. Storage had ik geen task. Toen kwam ik electrical binnen. Ik loop in electrical, ik doe een task en ik zie iemand uit een vent komen en die killt Dylan. Wie was het? Nee, wie was het nou? Even kijken. Volgens mij was die Rick. Killt Rick. Ja, inderdaad, ja. Rick. Die killt Rick. Ik moest je even aanvullen daar, ja. En dat was het, ja. Je komt gewoon letterlijk uit een vent. Al over Nou, bij deze stem ik op Hugo, want dat verhaal klopt niet. Want ik stond in storage. Ik heb Kitta in electrical zien gaan. En Hugo was zeker niet langs mij gelopen. Okay. Ja, wat heb je daar op te zeggen, Hugo? Wacht, nee, maar kijk. Wacht. Kijk mijn hoedje, ik ben een tovenaar. Ik had invisible. Je bent een tovenaar. Dat was een rapportje. Ja, Hugo, sorry. Ik ga het echt niet uitstellen. Sorry, Hugo. Ik was gewoon heel benieuwd wat voor leugen je zou bedenken. Hey, thanks for the follow. Oh god. Easy. Hugo. Al snel. Zie je wel dat Hugo de electrical killer is? Het deed best wel pijn. Ja. Wie maakte jou nou dood? Ook Hugo? Ja, natuurlijk. Ja, en wie was daar die andere in? Was die Jennifer? Nee, Dylan. Oh, Dylan, toch wel? Dylan. Ja. Nee. Hey, we waren bij hem en hij komt uit. Volgens mij Jennifer in met me. Ja, dat vind ik niet leuk. Die leeft geen zin meer in. Ja, ik hij is gewoon meteen weggegaan. Ja, waar ben je? Ik weet je quit. Maar ik kom er nu niet meer in. Oh. Uh-oh. Heb je hem op Noord-Amerika staan? Ja. Juist de code? Ja, hij is heel lang aan het laten. Failed to join the games. Hè? Dat is raar. Kan je hem eventjes op Azië zetten en dan weer terug naar Noord-Amerika? Oh, hij is er wel. Ja, je bent er. Yay! Netjes, goed gefixt. Je krijgt de groetjes van Elenel543 en volgens mij heet ze Lisa.
Ah, jee, dankjewel voor de groetjes. En jullie krijgen ook heel veel groetjes allemaal. En heel veel vragen van wie is dit en wie is dat. En is het de echte Bibi? En het wordt heel Bibi? Daar je aan, ik ga je even kijken. Ja, ik zei uiteindelijk ook, ik ga nu geen groetjes meer doen en zeggen van die en dit, want dat moet je zelf maar zeggen. Ja. En ze vragen of Bibi ook aan het streamen is, maar dat ben je niet aan het doen, toch? Nee, klopt. Je bent gewoon gezellig mee. Nou, ik vind het niet zo gezellig, want je ziet al mijn kills. Nee hoor, ik vind het hartstikke gezellig. Oké, allemaal nog een potje? Ja hoor. Ja! Let's do it. Iemand die wil, dan geef je het maar gewoon aan. Gewoon voor de leuk. Ja, vind ik wel leuk. Ja, vind ik ook wel leuk. Oké, zullen we nog even snel doen en dan open gaan de polis? Ja, ja. Ja. Durven jullie het aan? Nee. Yes. Ja, ja, nee. Ik stem voor. Nee. Oké, jullie ik zet hem aan. Ik stem voor nee. Oh. Oké, crewmate again. Oké, niet zo erg. Niet alweer. Vergeten jullie niet te muten, hè? Oké, wat ga ik doen? Admin. Swipe card. Altijd, hè? Heb je die? Dit was heel snel. Heel snel, ja. In het donker in Electrical. Ik stond download te doen. Toen gingen de lichten uit. Toen wilde ik naar de lichten lopen naar mijn download. En toen kwam ik Kretik dood tegen. Oh, ik wilde echt naar Electrical lopen, maar ik heb niemand eruit zien lopen ook. Oké, dan is het Lizzie niet, want Lizzie en ik liepen allebei rechtsboven bij je weapon. Dus kan in ieder geval ik bevestigen. Maar wacht even, Dus je zag... Je zat wires te doen. Nee. Ik ga altijd eerst naar Electrical, omdat daar altijd iedereen gekilled wordt. Dus ik wil altijd zo snel mogelijk mijn Electrical task doen. Ik was download aan het doen. De lichten gingen uit. Dus na mijn download wilde ik naar lichten lopen om dat te fixen. En toen kwam ik Kreatik dood tegen op de grond. In het midden van Electrical. Ik heb één ding wat ik wil zeggen over Hugo. Anne. Op het begin zei hij zo... Oh, niet weer. En of dat was zeg maar alsof hij zeg maar crewmate was, maar dat was heel slecht geacteerd anders. Hoe nou? Dus ik ben een beetje... Dat was ook waarom ik zei, vergeet niet te muten. Wie weet. Ja, ik dacht zo van, ben je nou alweer imposter en wil je doen alsof je weer crewmate was, want het klonk heel erg. Alleen, ja, of was je vergeten te muten? Nou, ik praat niet in mezelf. Oh, ik wel. Ja, hier. Het ding zal er volgen. Verdenken we iemand? Nee. Ik niet. Nee, ik heb ben niks alleen Camilla tegengekomen. Eerlijk gezegd, Jessie een beetje. Je zou het zelf reporten, denk je? Waarom denk je? Ik skip hem. Omdat als de imposter door een vent zou zijn gegaan, dan zou Jessie toch gezien hebben. Ja, dan zou hij het sowieso gezien hebben, want hij stond bij download. Ja, ik was net onderweg naar Electrocon. Ik heb niemand langs me zien lopen ook. Het was ik kwam wel donker. Ik zou zo weg kunnen lopen zonder dat iemand het gezien had. Ja, dat is waar. Het was wel donker, dus op zich... Ja, maar toch. Ja, ik weet wel zeker dat het Hugo is, maar... nou ja, Kijk, ik kan hem natuurlijk niet zomaar eruit stemmen omdat ik hem dat hij niet gemute heeft op tijd. Oké, Kitta, ga jij het fixen? En dan doe ik ondertussen meteen even deze taartjes, want niemand is zo gek om me nu dan te killen. Toch, zou je zeggen. Kijk, ik heb het overleefd. Oké. Kom op, jongen. Zo moeilijk zijn deze taakjes nou toch ook niet. Oké, ik ga echt zo heel snel al die dingen doen. Want ik heb echt het idee dat het elke keer aan mij ligt dat we niet winnen. Omdat ik die taakjes niet zo snel doe. Ik zie iedereen echt door die map heen rennen.
zitten. Hey. Oké. Lizzie? Ja, ik liep daar, maar ik was daar niks aan het doen hoor. Ja, maar je doen. Nee, ja, serieus niet. Ik snap dat je dat, maar je zag mij er toch echt vlak voor jou ingaan. Nee, dan kan ik niet zo snel. Oké, ik wou net zeggen. Nee, je hebt die body niet gekillt, dat geloof ik. Maar ik wou net zeggen. Tweede imposter zijn, want je denkt, oh, een body, ik ga gewoon niet reporten. Dus ik vraag me gewoon af waarom jij er langs bent gelopen en toen. Ja, je ging naar omhoog, dus dat is richting een vent. Dus ik vond waar is het überhaupt? Waar is het, ja? Ja. Het is een reactor. En Lizzie kwam Dus Bibi en ik waren samen aan de kant van Navigation. Dus ja, wij zijn dat sowieso klopt. Niet gekilled. Dus Hugo, ja, of je bent er wel en je hebt gewoon niet gekilled. Maar ik bedoel deze kill. Voor deze ronde. Nee. Jamila, ik snap wat je denkt, maar ik zat heel even op security. Dat kunnen jullie gezien hebben, want de cams stonden aan waarschijnlijk. En toen ging ik op zoek naar mijn task en toen liep ik per ongeluk de reactor in, maar ik heb echt die body niet zien liggen. Echt serieus niet, anders had ik hem natuurlijk gereport. Oké. Ik ben Jesse een beetje achteraan gegaan en wij waren samen in Med B toen de body werd gevonden. Ik was Med B scannen en die heb ik niet af kunnen maken. Ik heb Kitta ook wel een taak zien doen, dus die hadden daar op zich ook kunnen killen, dus ik denk dat Kitta wel safe is ook. Ja. Ja, dat denk ik ook. Kit had mij ook in O2 een keer kunnen killen. Waar was Rick? Ik was gewoon aan het rondlopen. Ik ben al mijn taken aan het doen. Of course. Of waar was je aan het rondlopen? Even kijken welke had ik als laatste gedaan. Ja, goede vraag. Ik zei net nog dat ik beter ging opletten. Want nu klink ik weer super verdacht. Ja, dit heb ik dus ook ik niet. Inderdaad heel verdacht. Ik had mezelf eruit gestemd. Ja, maar het is niet zo. Nee! Toch nog zo veel, hè? Zo snel. Oh, Rick, ik snap je heel goed. Ik klink precies zo. Ik heb niet gestemd, ik weet het echt niet. Maar het hoort erbij, je moet gewoon op. Ik heb nog geskipt, maar oké. Ja, ik ga echt opletten. Godverdorie. Oké, ik moet toch beter opletten, jongens. Wat was ik nou aan het doen ook? Ik weet het nu zelfs niet eens meer wat ik aan het doen was. Wat heb ik net allemaal zitten doen? Ik zit ook veel te veel met jullie te kletsen. Oh, kijk hier. Oh, ik ben eruit gestemd. Maar het moet gewoon Hugo zijn. Kan niet anders. Oh, cancelt hij dan? Oh, hij cancelt dan. Ja, sorry jongens, dit was een beetje mijn eigen schuld. Ik had beter moeten opletten en beter het spel moeten spelen. Ik was te veel met andere dingen bezig. Ja, thanks, Roel. Hey! Wat is... Dat is niet goed. Doe ik het niet goed? Wat doe ik verkeerd? Wat are you doing? Hoort er nog een andere taak bij of zo? Oh, wacht. Dat is een bug. Bij die taak klikt hij één keer, ik heb geen idee. Oh nee, kijk, ik moest deze gewoon nog doen. Oké, dus ik moet deze dan doen. Ah, thanks. Top jongens. Thanks. Oké, ik heb in ieder geval mijn dingen gedaan. Zo, kan ik even rustig zitten. Ah, dankjewel voor de follow. Oh, nee, hè. Hoe komen we altijd in deze situatie? Ik weet het niet. Ja. Ik was erbij, Misschien moet je stoppen met... Ik liep heel de tijd met Adina, dus het is Hugo. Ik heb Jennifer en Lizzie ook nog gezien. Ja. Dankjewel, Dominique. Ik vind het ook leuk om te doen zo. Het is wel even wennen. Vooral om te blijven kletsen en het interessant te houden voor jullie. Tegelijkertijd het spel goed te spelen en...
Maar goed. Kijk, dan denken ze dat ze hebben gewonnen, maar volgens mij... Oep. Nou, wie heeft die laatste taak? Fix die taak. Ik was het niet. Zometeen gaan ze weer lopen zeuren dat ik het was. Ik was het niet. Ik heb alles gedaan. Ik heb het gedaan. Hallo? Maar wie is het dan? Kitta. Moet Kitta zijn. Aan de andere kant. Nou, Roel, ik heb geen idee nog eigenlijk. Het is best wel lastig. Om dat allemaal in... Oké, nou, ze gaan weer verder. Van wat ik net heb begrepen, was het dus Hugo, inderdaad. Maar dat was vanaf het begin al duidelijk. En Lizzie schijnt het te zijn. Dus ik ga eventjes goed kijken wat die aan het doen is. Die staat hier voor niks, hè? Kijk, staan ze hier met z'n allen. Even één kill. Chuck! Ja, ja. No. Ja, ja. Ja, netjes, netjes. Heerlijk. Ik dacht nou, wie was zijn. Wie was de andere imposter? Lizzie. Ik had Dylan ik had Dylan wel gekild, Jamila. Ja. Nee, ik wist dat het was zodra ik, want ik zat op camps en toen kwam jij omhoog naar security. Ja, ja. En toen dacht ik, oké, nou het is Lizzie. Maar ja, toen had ik hem al gekild, dus ik had niet meer de kans gekregen. Oh. En weer Hugo. Ja. Ah. Maar het was dus wel Hugo. Je zei dus wel inderdaad zonder te muten. Ja. Ah, niet weer. Nee, dat deed ik expres. Ik deed oh, oké. Okay. Ik schrok daar heel erg van, joh. Ik dacht, is het nou echt? Is het nou niet echt? Ik dacht, ik blijf maar een beetje bij Hugo uit de buurt. En ik zag je niet meer. Ik denk, oh, dan ga ik wel naar Electrical. En dan ga ik nu heel snel dat die dingen doen. Komt hij door een vent om me weer dood te maken. En ik denk nog, het is weer een Electrical kill. Wie maakt er altijd Electrical kills? Hij is wel weggevent. Ja. Nee, ik had echt was, wel niet oh ja, nee, dat was het vorige potje, hè? Dit potje was toch bij Electrical? Sorry, ja, dat was het vorige potje. Ja. Ja, dit potje nee. Is bij Electrical. Die ligt uit. Nee, dit wilde ik je in het donker, volgens mij. Toen stond de wiki voor Boekie na. Ja. Toen wilde ik je snel nee, mij in het donker volgen. In de war, sorry. Oh, dat is echt sneaky. Ook vaak ben je imposter, dat ik het gewoon door de war haal. Ja, ja, ik snap het zelf ook niet. En steeds, Kitta kan mij ruiken of zo als ik iemand. Nee, vermoord iemand voor mijn neus. Ja. Ja, maar dan wacht ik 30 seconden in de vent, dan kom ik eruit en dan kill ik net en dan zie ik jou. Hé, hey, zullen we deze map ondertussen even uitgaan? Dan maak ik alvast even een nieuwe aan. Oh ja, ja, is goed. Let's do it. Willen jullie allemaal nog steeds meedoen? Ja, ik wil wel meedoen. Ik ga eventjes... Ja. Oké. Even de kat eten geven. Oké, even snelle break. Ik had de code. En die staat weer op de snelle Ja, ik pak ondertussen even wat te drinken ook. Oh ja, ja, ik ga het gewoon net zo lang door totdat ik s'avonds gewoon geen stem meer over heb en dan... Ja, maar het gaat me niet om mijn stem, het gaat erom mijn hele keel is begint pijn te doen. Ik klets nooit zoveel. Hey, ik moet nu zelfs kletsen als ik, als ik dood ben. Ja. Oké, ik ga eventjes wat drinken pakken.
Ik heb alleen nog geen scherm waarmee ik kan zeggen, ik ben zo terug. Dus dat is een beetje dom. Nee, ja, ik doe gewoon terug naar mijn beginscherm en dan staat er begint zo. ik zet hem even op game, want ze kunnen jou niet horen. 93. Nou. Dus dat gaat lekker. We zijn nu 2 uur bezig bijna. Ja, netjes hoor. Nou, ja. Bij mij zit er nog 2370 te kijken, dus dat is leuk. Oh, ja, kijk, dat zaak. Oké, ik ga hem eventjes... Ja, doe dat. Ik moet van mijn chat moet ik ook drinken voor jou pakken, dus dat ga ik wel even doen. Oh, wat een lieve chat heb jij. Dank jullie wel. Oh, ze horen me niet, hè? Nee, ik denk het niet. Zelfs Rick hoort man niet eens meer. Hij is al weg. Zit hier te kletsen tegen niks. Zo, daar ben ik weer, jongens. Sorry hoor. Als het goed is, konden jullie wel de Discord horen, toch? Of heeft iedereen ook zijn microfoon uitstaan? Oh. Ik had hem even gemute, maar ik wil hem wel weer aanzetten. Ik dacht, ik ga wat vragen beantwoorden in de tussentijd van... Oh, dat geeft helemaal niks hoor. Maar ik zag iedereen hier typen... Oh, toen was het stil. Oh ja, ja. Het was ook echt stil hier. Niemand zei even wat. Ik wacht even tot Jamila terugkomt eigenlijk. Want dat is volgens mij de enige die nu nog weg is, toch? Zo. Dus roep maar, als iedereen weer terug is, dan ga ik intussen even wat vragen verder beantwoorden. Ja, doe maar. Zo, ik heb hem gemute. Oeh, wanneer ga je weer Animal Crossingen? Ja, ik speel dat spel niet echt meer eigenlijk. Ik vond het toen echt heel erg leuk. En ik had toen echt superveel plannen ermee. Maar uiteindelijk was ik... Ja, het duurde me gewoon te lang. Ik had een heel leuk idee voor een dat we een soort Survivor gingen maken. Of hoe noem je dat? Hoe heet het programma ook alweer hier in Nederland? Expeditie Robinson. Zoiets wilde ik gaan doen. Maar uiteindelijk kreeg het gewoon met elkaar. Het duurde gewoon veel te lang voordat ik alles had verzameld en onthoud en zo. ik ben er weer. Hallo, welcome back. Hebben we de poes te eten? Waar kan ik een code vinden? In de code dinges. Oh ja, ik zie het. Ah, in de code dinges. In de code dinges. Yay! Yay! Oké, zal ik hem maar heel snel gaan starten? Is iedereen terug? Want anders dan disconnect hij weer. Ja, ja. Oh nee, oh sorry. Ik had ook even wat water gepakt. Ja, maar dus die zit op YouTube voornamelijk omdat we daar al maar ik denk voordat we weer disconnect moeten we er allemaal weer inkomen. Is iedereen klaar? Zit iedereen er? Yes. Voor heel veel mensen die Jennifer? Het graag willen zien. Ja. Toch wel een stapje te ver is om Twitch uiteindelijk te... Kitta? Ja. Installeren ja. Of is iedereen aanwezig? Tel ik 10 hoofden? Ja, volgens mij gaat het goed. Oké, okay, we gaan op starten. Dit is de map Polis, hè? Niet vergeten. Ik heb die map ook in de Discord staan, dus dan kan je daar even kijken. Dit is maps, Among Us, en dan kan je zien hoe wat heet en zo.
Oké, nou, ik ben het in ieder geval niet. Oké, wat moeten we doen? Hier naar beneden. Hey, Dylan is niet Dylan Hagens. Ik heb hem wel een paar keer gevraagd. En op zich had hij wel zin. Alleen elke keer komt het komt gewoon niet uit. Of hij heeft geen zin. En dan zegt hij dat het niet uitkomt. Dat kan natuurlijk ook. Oh. Ah, oh, Jennifer. Oké. Okay. Wow. Waar was ze? Oké, ik kwam van even die map van Security. Lab. Oh. En toen zag ik in O2, zeg maar in die hal, zo zag ik een body. Wacht, ik moet even die map erbij halen. Ik moet zeggen. Sorry, waar zag je dat body? Zeg maar die hal in O2. Oh ja. Ja, daar ben ik niet geweest, dus ik heb geen idee. Ik ben er ook niet geweest. Ik ben alleen maar bij storage geweest. Ik ben er nog wel echt. Ik weet niet waar ik ben geweest. Bibi, wij waren bij O2. Toen gingen wij samen weg. Maar er was nog iemand bij O2. Was dat voor Boekie? Nee, ik ben niet in O2 geweest. Jawel! Ik eindigde daarnet bij... bij die monitor, bij die... Vitals, dat is het. Ik zag voor Boekie wel heel lang. Toen ik Jennifer voor het laatst zag, toen zag ik Fubuki wel in waar ik haar zag, maar ik weet niet meer waar, want ik ken deze map heel slecht. Echt niet. Ja, ik was heel eventjes aan de linkerkant, ik heb zo nood gedaan en daarna ben ik naar rechts gegaan. Ik had drie taken toen bij Vitals, dus die heb ik toen gedaan. Oh ja, dat klopt. Wij zagen jou bovenin inderdaad bij Office. Sorry, nou zit ik je... Maar wie was... Maar ik zit bij even te denken. Ja, want ik zag iemand bij O2. Ja. Ja, toen ik met jou daar beneden was. Ik was wel een beetje voor je aan het wegrennen, Bibi. Ja, misschien was dat... Ja, maar ik was jou aan het volgen. Want ik dacht, jij weet wat ze weg. Dan ga ik even overal kijken. Ja, dat hoopte alleen... ik. Ik wist niet meer of ik je nog kon vertrouwen. Alleen misschien was het Rick. Ik vertrouw ze allebei niet. Nee, zou ik ook. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik heb geen idee. Ik weet ook niet. Ik skip hem. Jamila. Ja. Ik geef hem net aan. Oh, ik begin een beetje last te krijgen van mijn oor. Oké. Okay. Oh, nu zijn we hier ergens anders. We beginnen nu bij Office. Oké, okay. Waar moet ik heen? Ik ga weer terug naar storage. Dat is mijn plek. Kijk, ik zit met groen. Dylan is groen, toch? Dylan is groen. Oké, ik heb die gedaan. Waar is hij? Hoe snel is die gozer? Huh? Oké. Dat was wel heel snel dat hij weg was. Maar oké, misschien lag het aan mij. Ik heb... Oké, nou ja, voor Boekie was het dus niet sowieso. Oh, nou, lezen we dat ook weer? Ik denk dat Adinda op zich wel safe is. Ik dacht namelijk dat ze me kon doodmaken. Ik was met Simon 6 aan het doen. En ik dacht echt dat ze me kon doodmaken, maar dat deed ze niet. Dus... Ja, ik moest die cijfertjes doen. En ik zag juist aan Risico. Toen Jennifer was gekild, volgens mij zag ik Rick toen, maar ik weet niet zeker. Ik verdenk Rick een heel klein beetje, maar ik weet het niet. Waar ik heb jou echt dat hele spel nog niet gezien. De enige die ik heb gezien, dat is Dylan. Ja, waar is de kill? Ik weet niet, volgens mij is Dylan wel safe, want ik liep langs hem en toen heeft hij me niet gekild. Dus op zich had hij wel een kans om mij te kunnen killen. Maar ik weet het niet. De body... Waar lag het lichaam? De body lag in de laboratorium. Volgens mij. Oké, want ik zag... Even de map hoor. Ik zag Rick... Ik was in vlakbij Security, dus linksboven bij Electrical. Ik zag Rick vanuit rechts naar links lopen. En Rick geeft zelf ook toe dat hij Dylan voor het laatst heeft gezien. Dus dat betekent dat hij waarschijnlijk in lab was.
Want wat ik zei het net nog tegen mijn stream. Ik was bij Storage en ik liep achter Dylan aan. En ik bleef echt een seconde stilstaan. En die gozer was ineens helemaal weg. Ik ging hem nog zoeken. Maar hij was inderdaad richting Laboratory gegaan. Maar... Kan uit Storage venten. Waar gaat die vent ook weer heen? Nee, vanuit Storage kan je volgens mij niet naar Lab venten. Nee, je kan alleen naar beneden, geloof ik, venten, toch? Ja. Ja, het staat als trots op die map, toch? Met die ja, nee, ik liep ook boven Storage, hè? Ja, oh. Vanuit Storage kan je naar Communications en naar... Geen idee wat staat, zo. Wie stem jij nou? Oh, ik skip. Oh, ik ben met 7 en we weten het niet zeker. Ik stem op Dylan. Ik vind Rick wel heel sus. Ik vind Rick heel sus. Ik weet het niet. En Rick stemt nu ook op Dylan. Ik vind Rick ook wel sus, dus... Ja, ik heb heel eerlijk gezegd nog geen idee. Ik weet alleen dat ik Adinda op zich wel safe vindt en Bibi wel safe vindt. Maar voor de rest... Oké, ik moet toch wel echt even mijn best doen om iets minder verdacht over te komen. Kijk, ik hoef natuurlijk niet te zeggen dat ik op Dylan stem. En ik hoef natuurlijk ook helemaal niet verdacht te zijn, want ik... Ik ben niet verdacht. Of tenminste, ik ben de imposter helemaal niet. Oké, okay, maar ik ga gewoon mijn taken doen. En ik moet gewoon even wennen. Laten we het daarop houden. Wat is dit? Huh? Wat? Oh, dat was het. Oeh, wegwezen, Bibi. Hengert. Hola. Hola. Ik heb de body gevonden in... Ik heb even... wacht even hoor. Ik was in... Volgens mij stond daaronder... ja, daar zat office. En toen ik... Ik was volgens mij... Het kamertje rechts naast office, zeg maar. Daar zag ik Rick nog. Dus ik verdenk Rick nu eigenlijk nog meer. Okay. Ik stem op Rick, want... Ja, ik stem ook op zeg maar... ik Wacht, voordat iedereen op mij stemt. Hè. Dit is nu al de derde keer dat Bibi mij verdacht maakt. En ik sta alleen maar als een debiel die taakjes te doen. Nee, maar zeg maar, ik was in office en het kamertje rechts van office, geen idee wat dat is. Daar zag ik jou en in office lag de body. Oké, laat ik het dan zo zeggen. Ik heb deze map nog nooit gedaan. Ik heb geen enkel idee. Ik moest hier een of andere QR-code scannen. Dus... Ik weet niet. Ik weet niet hoe ik nog meer kan bewijzen dat ik het niet ben. Maar... Oh Dylan. Ik geloof je. Oh Dylan. Ja, het lijkt ook alsof ik huiswerk aan het maken ben. Die tasks die zijn zo lastig. Ja. Hugo, waarom zeg je Dylan? Omdat het... Want jij en Rick denk. Omdat... Nou kijk, Bibi is het niet, want zij klinkt veel te spontaan. jij komt een paar keer terug. Klinkt ook wel redelijk overtuigend. Ik ben het niet. Nou, er blijft er één over. Ik ben het niet. Ja, maar... Mila dan? Maar er zijn dan... Zijn er twee imposters nog, of niet? Ja, toch? Of ben ik nog gek? Oh, volgens hoe kan je dat niet weten, Hugo? Nou, omdat niemand er is uitgestemd. Ja, maar als jij denkt dat Rick het niet is, jij bent het niet, Bibi en ik niet. Alleen Dylan, dan klopt je... Ik bedoel, zeg maar... Ja, weet ik. Maar ik bedoel, zeg maar, echt die eruit springt op die fiets. Ja, oké. Okay. Oh, ja. Ja, ik denk gewoon dat we dit in de luik daar boden. Kijk iedereen op mij! Oh, jullie zijn zo screwed. Sorry. Oké, ik denk dat het gewoon Jamilo in de... Ik denk dat het in de familie van Modem zit. Sorry. Sorry. Nee, het was niet. Ik wist het. Ik wist het. Sorry, luister, maar die arme Rick. Oh. Ja, ze allebei door. Ja, Bibi kwam achter me aan en ik dacht, wat gaat ze doen? Wat gaat ze doen? En toen vermoorden ze me. Niemand geloofde mij, helaas. Hey, oh. Ja, thanks. Ik dacht, dat kan toch niet? Ik kwam achter me aan en ik vond je al eng. Hey, Bibi's, ik wist niet dat jij zo goed kon liegen. Dan ga ik ook in volle opletten. Nee, ik kan niet heel slecht. Ik vond het ook wel raar. Dat en ik dacht, jij kan me vast de weg wezen. Oh, jij kan liegen. Wauw. Ik vond het ook al raar dat ze mij aan de linkerkant niet normaal liegen. Nee, ik kan echt aan de linkerkant, ja. Nou, je speelt het heel goed. Je hebt vaak gewoon al. Je doet beter dan ik trouwens, want mijn impostor was echt kak. Oh.
Hugo, dat ging niet zo lekker, hè? Onze imposter. Maar ik vergat. Nee, dat was zeer traag. Yes, ik start hem nog een keer, want ik wil nu een goed imposterpotje. Let's go. Oh. Ah, dus jij bent een imposter. Ik hoop het. Aha. Yes, yes. Oh, shit. Ja, maar ja, nu weten we dus niet. Maakt ze nou een geintje of niet? Wat is dit? Oké. Ja. Oh nee. Het zijn wel uitgebreidere taakjes hier. Ik vind het op zich wel wat hebben, eigenlijk. Hey! Wat? Waar is dat? Oké. Is dat hier? Oh, het zijn er zoveel. Waar was ze? En de body was boven office. Ja, boven office daar. Oh ja, daar bij dat lava spul. Oké, nou dan is het voor deze kill in ieder geval niet Crea Chicken Fubuki, want die zag ik net langslopen bij de linker reactor. En Kitta was rechts nog levend. Ja, ik was daar inderdaad ook. Ik zag Kitta echt 12 seconden geleden nog in communications. Ja, het is echt een hele, hele verse kill. Ja. Oké, okay, ja, dus inderdaad niet Mila, niet Fubuki. Rick heb ik ook gezien boven bij Dropship. Ik was de sleutel aan het doen. Ja, ik zag jou toen wij die reactor aan het doen waren. Ik heb Jamila volgens mij ook nog gezien. Ik heb Jamila ook gezien, die ging richting Noordwesten. Toen ging ik helemaal naar Rick, ik wilde Jack en Fubuki niet samen. Ik heb Bibi niet gezien, ik heb Hugo niet gezien. Je hebt me wel gezien. Heb je wel gezien, hè? Waar? Ook in communication. Heb ik nu gewoon niet gezien. Zeg maar, toen liep jij eruit en toen. Oh ja, 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 ja. Ja. Toen stond Kitta nog daar binnen in. Ja, toen zat zij nog daar binnen en toen zag ik haar, dus dat bedoel ik. Ja, dus klopt, jullie zijn allebei daar geweest. Nu is ze dood. Ja, nee, maar dat was ergens anders. Ze was daar niet dood. Ja. Oh, nee, okay. Dat is helemaal het begin van het potje al. Ja, over de cell report. Sorry, niet duidelijk. Ja, dat dacht ik dus ook al. Maar dat is niet bewijs, maar. Jullie zien nog niet zoveel gezien. Nee. Maar waar ik jullie? Ik was met Bibi bij de rechtse reactor. En vanuit daar ben ik een task gaan doen in. Ergens daar beneden. Ik was die task met het handje aan het doen, zeg maar, weet je wel. Ja, dat was die reactor. Precies. Ja, okay. Ja, daar stonden wij samen. Ja, daar had je ook gezien. Oké, okay, nou, ik skip hem in ieder geval. Ja, Jennifer was daar ook. Oh, één iemand voor Hugo. Ja, ik denk dat het Hugo is. Nee, dat kan toch niet. Ik weet niet. Eigenlijk. Maybe. Ik kan me niet voorstellen dat het weer Hugo is. Kan niet. Oké. Okay. We gaan even snel die taken afronden, want volgens mij gaat dit een lang potje worden. Ik heb namelijk niet het idee dat ook maar iemand enig was dat? Oh, easy. Niemand kent de map nog goed. Dylan, Lizzie. Oké, wat gaan ze met z'n drieën doen? 4. Kijk, sowieso kan het geen dubbelkill zijn nu als we met z'n vieren blijven. Maar die creature ik vertrouw ik niet. Kijk, we zijn... Nee, ik durf niet hoor. Wegwezen. Wie gaat het dubbelkill maken? Oké. Okay. Ja. Ik vind het een heel goed punt, Pandabeer. Ik denk inderdaad ook dat Maris best wel eens de imposter zou kunnen zijn. Ik vertrouw er in ieder geval niet. Oh, dit ziet er leuk uit met die boompjes.
Easy game. Let's go. Thanks for the follow. Super leuk dat jullie allemaal... Hier, Dizzy. Oeh, waarom is het zo donker? Waarom moet ik heen? Deze kant op. Oké. Okay. Het is wel heel donker. Waar ga ik heen? Waar zijn de lights? Oké, okay, ik ga lights fixen. Of is het gewoon donker buiten? Dat kan natuurlijk ook. Het is gewoon donker buiten. Ik ben gewoon een noob. Oké. Okay. Hé, hey, ik kan hier nergens naartoe. Waar moet ik heen? Oh, ik moet hier doorheen. Oké, okay, deze map is nog wel even wennen hoor. Bibi. Dylan, zag ik. Jamila. Hoe kom ik hier? Oh, Hughes. Kijk. Ik wilde die net gaan rapporten, want ik zag hem op de camera. Ik wou hem ook rapporten. Ik zag hem liggen, maar ik weet het niet. Waar was, ik weet ook niet wie het gedaan heeft. Ik was net op de andere camera. Het was O2 bij de, maar ja, bij die boiler room, zeg maar. Ik hoop dat ik het niet had gekild. Ja, heb je iemand gezien? Nee, want het lag er al voordat jij er was. Ja. Want ik zag het op de camera, ja, maar ik was net op een andere camera toen het gebeurde waarschijnlijk. Ik denk dat Gebroekie wel safe is, want ik heb sowieso veel taken zien doen. Hugo? Dus... Ja, ik ben ook al klaar. Ja. Daarom zat ik ook de hele tijd op camera te kijken nu. Hugo is ook safe, want ik en Hugo gingen daar tegelijk naar binnen en toen zagen we die boom en hij reportte. Yes, sir. Ik denk ook niet dat hij heeft me ook al meerdere keren kunnen killen en dat heeft hij niet gedaan. Thanks for the save, maar ik denk toch, Creatic, Chick, je gaat meerdere keren dezelfde kamer in. Ja, maar ik ben klaar met taken. Dus daarom wilde ik nu ook gaan zeggen van hoeveel taken moeten we nog doen, want er zijn vet weinig bodies gekilled en ik ben klaar, dus ik weet niet hoeveel taken jullie nog hebben. Ik heb er Oké. Ja, wil jij naar Specimen gaan? Ja, ik ga met jullie naar Specimen. Ik heb Jamila ook nog gezien. Ik vind Kretschik alleen een beetje... Ja, maar dat ben ik standaard. Daar ben je wel aan. Ik heb eerder gezegd... Dylan. Ik ga met Jamila mee naar Specimen Room en dan zal je zien dat je niet veel... Er is één ding wat ik wel even wil, weten. Kunnen twee mensen dezelfde download hebben? Ja. Ik heb download. Upload moet ik doen. Ja, dezelfde download bedoel ik. Niet upload, maar ik weet dat er meerdere downloads zijn. Kitta weet dat. Maar dat lijkt me... Nee, maar in het geld doet dat wel. Want ik en Bibi hadden dezelfde download en dat vond ik een beetje raar. Ik heb download in Electrical. Ik moet alleen de upload daarvan inderdaad nog doen. Waar zit die? Niemand heeft gestipt. Dan moet ik ook naarheen. Loop je dan met me mee, Jamila? Ja. Nee, jij mag wel met mij mee. Blijf op camp. Hou jullie allemaal in de gaten. Oké. Ik ga gewoon... mijn taakjes doen. Oké. Ze zijn nu met z'n tweeën. Ze gaan nu ook met z'n tweeën weg. Ze laten me in leven, dus... Oké. Hoe vind ik het spel tot nu toe? Ja, ik vind het op zich wel grappig. Ik vind het nog heel moeilijk. En dan bedoel ik niet zozeer dat het spel moeilijk is, maar meer gewoon om alles in de gaten te houden en vooral nog ook tegelijkertijd te streamen, zeg maar. Laat mij nou gewoon even die taak doen, jongens. Ik wil ook gewoon mijn taken even afmaken, Meerdere mensen kunnen het, dus dit zou ik aan het doen. Rick? Ik was onderweg naar Laboratory om de laatste te doen. Samen met mij, en toen zag ik die body. Ja. Ah, oké. Okay. En die lag dus bij Laboratory of daarbuiten nog? Laboratory, zeg maar, voor die deur een beetje. En Dylan is vaak bij Laboratory te vinden. Was je daar weer, Dylan? Nee, ik was in office. Ik heb Dylan wel in Laboratory zien lopen. Ik heb Dylan ook al vaak over de eerste ronde. Eerste ronde stond Dylan op MedBayScan en ik zag zeg maar net zijn animatie, dus ik dacht, oh, hij staat er net op. En toen was hij ineens weer aan het bewegen. Nou, dat kan niet als je midden in de MedBayScan zit. Dus ik heb niks gezegd expres de eerste ronde. Ik heb daarna in de gaten gehouden of hij het nog een keertje ging doen in de tweede ronde. Hij was zeker 100% in MedBay, heeft niet de scan gedaan. Dus ik vind het gewoon nogal suspicious. Ja, maar...
Ik vind Dylan ook tot dusver het meest suspicious. Maar het is gewoon echt puur door hoe hij beweegt in het spel en waar hij steeds is. Hij was net inderdaad ook weer in laboratory. Ik zag hem naar binnen lopen. Aha. Dylan. Ja. Dylan. Wat heb je hierop te zeggen? En niet de vent. Ja, ik snap zeg maar niet welke kamertjes ik moet in moet lopen. Daarom maar best wel raar. Ja, maar je weet toch wel hoe een medbase scan werkt? Jawel, maar ik sliep op. Ik vind het een verdacht verhaal. Nee, maar ik vind het een verdacht verhaal. Want dan stemmen we nu wel op Dylan. Maar is de andere dan Jennifer? Maar wel, ja, maar wat? Het is weer zo'n situatie, want we zijn met z'n tweeën. Ja, als we iemand eruit stemmen en we hebben het fout, dan hebben we een probleem. Dan is het een double kill en is het over. Ik heb een specimen en dan lab. Ja, dus ook even met me mee, alsjeblieft. Ja. Laten we met z'n allen naar specimen gaan. Nee, alleen jij, want als ik dood ben, dan ben jij het. Oh ja, oh, vertrouw het steeds niet. Nee, ik geloof ook dat je niet bent. Maar voor de anderen. Nou, ik geloof er nog steeds helemaal niks van. Ik ga snel mijn taak doen. En dan weet ik in ieder geval dat ik het niet ben. Oh, dat het niet aan mij heeft gelegen, laat ik het zo zeggen. Okay. Nee, ik wil die ander. Kom, laat me terug. Ik wil niet. Oké. Hey Jennifer, waar moet ik heen? Daar staat ze weer, hoor, die creatchick. In de deuropening. Met Hugo. Kijk, daar staat ze hier. Met Jamila? Zou het dan gewoon zijn dat ze Jamila en creatchick het allebei zijn? Denk het. Zou dat het zijn? Nee, toch? Dat kan toch niet? Kijk, ze hier met z'n tweetjes zijn dan. Kijk, ze staan. Hier, ze willen een double kill doen. Ik weet het zeker. Maar ik laat ze niet, hoor. Ik laat ze niet. Ik ga snel weg. Kunnen ze mij zien? Hugo, is het leven nog? Zij leven ook nog. Oké. Got it. Huh? Waar is Hugo? Was hij zo snel naar beneden? Oké, ik ga nu gewoon rondlopen. Ik ga nu gewoon kijken. Waar zitten die cams? Waar zou dat zijn? Is dat bij communication? Ik kan me niet voorstellen dat we nu niet kunnen winnen. Nee, niks. Weg met jou. Nee. Nee. Ja. Nice. Wie waren het nou? Dylan en Hugo. Netjes, ja. Ik zat net ook al te zeggen. Ik denk, nou, het moet toch wel. We kunnen best wel de gok nemen om op ze te stemmen nu. Maar toen waren de taken al klaar. Dus. Ja, ik zat, helemaal. Was moeilijk, ik zat, hè? Zouden de Creatchick en Jamila zijn? Ik denk, het zal toch niet, hè? Want ik zag jullie heel dicht bij elkaar. Ik vertrouwde jullie echt niet. Nee, dan hadden we een mooie double kill gemaakt, hoor. Ja. Dat, Waarom denk je dat ik steeds aan de andere kant van de tafel ging staan? Oh, ja, ik voel je al zo raar dansen. Nee, dat is gewoon naïef. Ik blijf bij je uit de buurt dans. Ja, Rick danst altijd heel raar. Dat is meestal de attraction. Kom hier. Ja, nee, kijk, het gaat gewoon precies het tegenovergestelde met iets ertussen. Ja, ik hoor achter je aanlopen en jij... Nee, daar is ze. Hey, vinden jullie de map bonus leuk? Ja, ik vind hem wel eventjes... Ja, dat vind ik leuker. Ik loop echt tegen alles aan gewoon. Oh, dat zou ik niet doen. Je moet eromheen. Je moet eromheen. Ja, het is wel een wat lastigere map, hè? Heb je hem nog nooit gespeeld? Nee. Ik nog niet. Nee. Dus Willen jullie hem nog een keertje doen of zeg ik wil graag weer liever een potje skeld doen? Ja, prima. Maar mij niet zoveel uit. En wat is het? Skeld of... Nee, deze. Nee, dit is prima voor mij. Ja? Ja, doe deze ophouden. Oké, dan zet ik hem weer aan. Succes! Yo. Je moet het toch een keer leren. Ja, dat is waar. Wat goede instelling. Ja, bij school is het anders.
Oké. Ik denk dat ik hem nu wel redelijk door heb. Oké, ik ga nu gewoon heel snel die dingen doen. En goed opletten. Kijk, zie ik hier allemaal staan. Oké. Zo, je doet er wel heel lang over, Hugo. Ik help je wel. Hey. Oh, damn. Hey. Dat is snel. Twee zelfs. Zo, oh. So, dit is heel snel. Of was het weer een disconnect? Dat nee, kan niet. Oh, dat zou kunnen inderdaad. Nee. Dus nee. Hoeveel... geen disconnect. Oh, dat was misschien... Het was in ieder geval niet Hugo, want die zag ik bij dat paaltje staan. Ja, ik was staan. De hele tijd de die hele stond... poortje bij de dolf. Echt een eeuw überhaupt? Bij dat ding. Ik ging er maar bij staan. Ik denk, misschien kan ik je helpen, maar... Dat zo werkt ja, dat maar niet. Hij laat ze eens los. Oh. Oh. Ik ga altijd mogelijk de verkeerde kant op met die dingen. Het is heel moeilijk puzzelen. Waar was het überhaupt? De body lag in het laboratorium in dat gangetje. Ja, waar was jij, Dylan? Kitta en Hugo zijn sowieso... Nee. Ik kwam net van het plan. Zijn, ja, ik was er ook weet totaal ik. Niet in de buurt. Ik was, ik kwam net van helemaal naar onder van O2. Okay. Ja, maar daar heb ik niet zoveel mensen gezien eigenlijk. Nee. Ik ook niet. Ik stond met een bankpasje in de office. Ik zou het echt niet weten. Waar waren Jamila en Dylan? Ik heb Jamila nog wel gezien. Dylan bij de Rockets gezien. Dylan bij de body. En ik ben er alweer uit. Ja, toch. Jamila, waar was je? Ik had Dylan bij de Rockets gezien, dus ik was daar. Bij de wat? Is de Rockets zo'n blauw samen. Dingetje? Oh, bij, het is naast Labs. Dus jullie zijn samen imposter. Nee, ik moest daar zo... Dit kan een double kill van hen zijn geweest. Nee, ik heb hem daar gelaten en ik ben de andere kant op gegaan, want ik dacht dat ik daar een taak had, maar dat was niet zo. Dus ik ben richting storage gelopen, maar... Verder, ja. Je had daar een taak, maar dat was niet zo. Nee, dat dacht ik. Maar dat was niet zo. Ja, de Jamila, die deze map het allerleukste vindt... Ik skip die even. Zou niet weten waar de taak is. Ik weet niet. Ik ga random op iemand stemmen. Ik doe skip. Heb ik ook gedaan. Maar... Ah, dat heb ik gemist. Oeh, we kwamen dichtbij ook nog. Ja, die Jamila, die vertrouw ik niet. Als Jamila gaat doen alsof ze iets niet weet... Jamila is hartstikke slim... Ik geloof dat niet. Maar het zal. We gaan het zien. Oh, waar ben ik? Kunnen we niet even die lichten maken? Hoe doen we dat? Oh, dat doe je hier, hè? Maar hoe kom je daar? Oh, niet zo. Oh, jongens. Ah, gelukkig. Thanks. Dat zit nu hier. In die andere hebben ze daar helemaal geavanceerd apparaat voor. Hier is het gewoon een oude computer uit 1980. Letterlijk bij. Ah, oké. Hallo, het was. Oh my god. Weer een. Nou, nah, dit moet Jamila zijn. Nee, ik stond op camera's. De camera's stonden aan. Dat heb je toch gezien? Dat zegt me niks. Ik denk echt dat die volgende zelfrapport is van Dylan. Nee, ik was nu net in office zo'n taak aan het doen, dus je een QR-code moest scannen of zoiets. Waar lag deze? Waar lag deze, ja. Maar Jamila, heb je iets gezien? Allebei of eentje? Nee, ik heb niks eentje. Gezien. Eentje, alleen, even kijken. Volgens mij was, even kijken, volgens mij was het oranje, dus die. Oh, de oranje was dit keer gerapport, maar ik was in ieder geval nu helemaal in laboratory. Mag ik even de kaart ja. Ja, dan was het echt dus ik heb echt geen idee. Tenminste, dat ze op camera was, dan heeft ze in ieder geval niet die gekild. Ja, maar volgens mij is het ook een Nou, als ze niet bij elkaar liggen, niet. Nee, ja, oké. Okay. Niet bij elkaar. Ja, dat kan, ja. Toevallig tegelijkertijd zijn gebeurd. Ja. Maar... Ik weet niet, ik vertrouw Dylan niet. Ja, Dylan. Ik denk echt dat Dylan die vorige heeft gezelfrapport. Dan stem ik ga op Dylan. Ja, ik ga op Jamila.
Ik ga ook Jamila. Ik vertrouw Jamila niet. Zo serieus dat het verdacht is. Jullie hebben de camera's aangezien. Ik stond op camera's. Dat is letterlijk mijn alibi. Er zijn 2 mensen dood. Het is niet mogelijk dat ik heb gekild. Ik stond op camera's. Ja, dat zegt me niks. Heeft iemand gezien dat de camera's aan waren dan? Dat... Ja, ik was de hele tijd bezig met Dolph. Dus ik moet gewoon op stem en et cetera stemmen. Ah. We hebben in ieder geval even, maar... Spannend. Ik heb dus letterlijk een alibi voor een dubbel kill. Dus ik kan het niet zijn, jongens. Ik geloof Jamila wel. Ik ook wel. Nou, ik niet. Ik denk dat ze mijn vrouw heeft vermoord. Kijk hier, de deur is eigenlijk dicht. Hier, kijk hier. Nou ben ik de volgende. Ze heeft nog cooldown, toch? 20, 19, 18... Kijk, waarom is deze deur dicht? Oh, dat hoort. Hoe werkt dit? Ah, zo. Oké. Oh. Ah, super, hé. 200 volgers hebben we gehaald. Dat is leuk in een avondje. Super bedankt, joh, voor alle follows. Leuk. Nice. Oké. Okay. Jamila is nog steeds hier. Toch! Ik wist het! I told you! Ook gewoon hun beiden. Bibi, Bibi! Ik zag de camera's. Hoe is het mogelijk? En ik zag Bibi. Zag ik vermoorden. Ja. Zag ik nu ook vermoorden. En ik dacht, oh, snel, report. En toen meteen springt Jamila uit dat gat en vermoordt ze me. Jamila klonk ineens zo serieus dat het gewoon verdacht was of zo. Ik weet niet. Ja, nee, Jamila is hartstikke slim. En als ze dan zoiets zegt van dat ze dom is, ik geloof dat niet. Ik heb genoeg streams gezien. Jamila heeft het altijd goed door. En als zij begint te doen van, ja, nee, ik wist het niet hoor. Dan geloof ik er niet meer. Nee, ik dacht dat ik daar een taak had, maar bleek van, that's it. Ja, maar dat is hetzelfde. Daar geloof ik niks van. Ik had wel even een goede alibi gefixt, hè. Dat was ik! Ik zag ook in de chat, ik stond op camera's te quoten. Ja. Oh, nee, helemaal in de vent dat Kit op camera stond, ik dacht, oh, die ga ik killen. En op het moment dat ze wegliep, toen dacht ik, oh nee, Bibi heeft gekild. Ja, ik weet dus nergens waar camera's hangen en zo, dus ik vergeet steeds te kijken. Ja, daar kijk ik ook echt niet naar. Nee, dat had mij ook 6000 potjes voordat ik daar was. Want dan brandt er een lampje of zo? Of, dat in de stream achter dat een lampje brandt inderdaad, als er ook echt daadwerkelijk iemand op kijkt. Dus zonder lampje, dan zijn ze er wel, maar dan ziet dus niemand het. Als je een rood lampje erin ziet, dan weet je dat er iemand zit te kijken. Ah, en bij elke deur. Dus als je office binnengaat, als je O2 binnengaat, laboratory binnengaat. Oh, top. Ja, daar naar buiten. Ik weet dat ook weer. Ja. Top. Goed om te weten. Ja, dus als er een rood dingetje knippert, dan zit Jamila weer op camera's waarschijnlijk. Normaal is het Matthijs, maar nu is het Jamila geworden. Ja. Nou, ik was helemaal perplex. Ik kwam gewoon lekker, weet je, potjes net begonnen. Ja. Net tegen mijn stream. Oh, ik ben weer geen imposter. En ik liep met relax laboratory om mijn taak te doen. Dood, was ik weer. Nou, met Dylan stond op de rockets en Lissy dus in de lab. En Bibi killde Lissy. Dus ik dacht, oh nee, ik moet Dylan gaan killen nu. Want hij weet dat wij hier zijn. Dus ik was echt zo stresskill van, no! Ja, ik ben echt zo'n vangetje. Ik denk echt, hier? Oké. Okay. Toen kwam Dylan nou droog aanlopen. Oh, Woody. Ik zei het nog, hè, net toen tegen mijn kijkers. Van, ik zei, ja, volgens mij heeft Jamila gewoon mijn vrouw vermoord. Ik had weer gelijk. Man. Oh. Ik was maar 3 kwartier bezig met dat doolhof. Ben ik klaar? Kilt mijn eigen zusje me. Oh. Daar is zo struggle. Ik dacht, nou, ik laat je zo staan.
Oh ja, we moeten weer wat doen, hè? Gaan we weer. Kijk maar, ik ben geen noob. Hoppa, gefixt. Oeh. Eng. Dit vind ik een leuke taak. Misschien komt het omdat we moeten denken aan Call of Duty. Oeh. Kijk. Ah. Got it. Oké, waar moeten we heen? Waar gaat het mis? Oh, dat was snel. Kreetchip, Bibi, Jamila. Ik weet het niet. Ik was net op weg naar de button, want ik zag lichtblauw inderdaad dood op vitals. Ja, helemaal onderaan, okay. Bij, naast weapons, buiten, zeg maar. Ah, oké. Okay. Oh, ja. Gewoon in de sneeuw. Ja, heel koud. Dusty, wanneer zag je het op Vitals? Heb je het zien gebeuren? Nee, ik liep er net langs. Ik denk, ik kijk even en ik zag hem dood. Ja. Want als het een oude kill is, dan is het niet zo heel erg... zinvol om nu te gaan zeggen waar iedereen nu is. Nee. Maar als het een nieuwe kill is... Ik heb het niet zien gebeuren. Dus het is niet echt een super verse kill, want anders had je het op Vitals gezien. Ja. Ja, maar het is wel een, het is niet een, zeg maar, heel lang geleden, want ik zag Dylan, want ik was nog een taak aan het doen, want ik moest mijn telefoon in de lader leggen. En dus ik was nog in dat dropship, zeg maar, en daar was hij ook nog vrij laat. En toen liep hij weg, en zeg maar, aantal seconden later, of nou ja, niet seconden, maar, nou ja, half minuut later werd hij gereport, zeg maar. Ja, het is door ook nog reactor geweest, het was best wel een potje op zich. Mila, voordat je naar de reactor ging, wat was je aan het doen? Voor de reactor? Ja. Ik ben vanuit de dropship heb ik keys gedaan. Toen ben ik lab ingegaan. Toen heb je die soort van vending machine waar je die verschillende soorten knopjes krijgt. Dus die heb ik aangezet. Net voordat het alarm kwam, want wij liepen samen die kant op. Maar wat was jij aan het doen dan daar? Waar was ik? Je was bij de rechter reactor onder. Onder de dropship heb ik jou nog gezien. Ja, want je liep naar die rechter reactor, maar er was daar niemand. En toen nee, bij de linker. Ik skip. Ik dacht het niet. Maar wat was je daarvoor aan het doen? Ik weet het niet meer. Ik was net mijn hele pathing aan het uitleggen, maar ik weet niet precies wat ik... Wie is het op wat Dylan stemt? Ja. Oké. Oké. Ga... Oh, ik moet deze doen. Ja, je moet nog even muten. Thanks. Dat is dom. Ik dacht dat ik al gemute was, dames. Oh. Maar nou weet ze in ieder geval dat ik het niet ben. En dan kan ik mijn taakjes even afronden. Of ze gaan me snel killen. Want ik zie oranje. Ik zie Lizzie hieronder. Hey, thanks for the follow. Ik heb nu alles gedaan. Nee, alleen de keys niet. Huh? Oké. Okay. Waar? Let me get my map. Rechts of links? Zeg maar, een beetje links. En ik zag van dat... prikkeldraad of zo? Light. I guess. Electrical. Nee, ja, links. Links. We houden het op... rechts van O2, volgens mij. Daar buiten. Ja? Maar ja, het was donker en het was oranje en ik zag echt legit niks gewoon. Nee, de lights waren ook uit, hè? Die ging ik maken. Ik zag Magic en... Nee, wacht, even.
Krejcik, jij kwam uit Specimen samen met... Ik ben de hele tijd met Bibi geweest en ze heeft me dit keer niet gekild, eindelijk. Nee. Ik heb heel bang in weapons gezeten. En daar kwam ik inderdaad Jamila en Fubuki boven bij lab tegen. Jennifer was ook in labs, vooral in het begin. Daarna ben ik haar kwijtgeraakt, dus ik weet niet wat ze heeft gedaan. Ik zag haar in laboratory voor het laatst. Ja, daar heb ik een medscan gedaan. En daarna wilde ik lights fixen, maar toen werd de boei gekald. Ja, ik was ook onderweg naar lights. Ja, ik heb dus even gekeken en het was dus wel bij electrical, zeg maar, dat prikkeldraadachtig, zeg maar, naar buiten. Maar ja, was bij electrical? Ik was in electrical, maar niet naar buiten. Zei je net al, om de lights te fixen. Ja. Oh, oké. Okay. Ik heb alleen de enige die ik heb gezien, dat is Lizzie. Die zag ik daar buiten lopen. Maar ja, daar kan ik niet bij als ik daar sta. Oké, okay, dus het is dan een hele verse kill. Hey, Chick en Bibi, wat hebben jullie gedaan nadat jullie uit Specimen kwamen? Bibi had nog een taak boven in Laboratory, dus ik heb haar eigenlijk gewoon beschermd. En toen waren de lights out, wij liepen samen richting lights en toen werd de body report. Oké. Okay. Dus wij zijn helemaal niet eens allebei die kant op geweest, zeg maar. Iemand zet steeds de foto op. Oh, ik ben vergeten te foten. Ja, ik heb het eerlijk gezegd. Maar ik weet het ook echt niet. Maar ik weet het ook niet. Ja, maar wie foto steeds voor Kitta? De imposter waarschijnlijk. Kijk, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Hey! Oh, dat was al gefixt. Daar stond ze al. Oké, nou, ik moet alleen nog even deze doen. Kijk, Oké, dan kan ik nu even rustig ademhalen. Ik zie een vraag. Wie streamen er allemaal? Maris die streamt. Die streamt op YouTube. Jamila was aan het streamen, maar ik weet niet of die nog steeds bezig is. Die streamt tegenwoordig op Twitch. En ik. Wat is de security? East. Central, Northeast, South, Southwest, Northwest. Jamila zie ik op East. Boven weapons volgens mij. Ah shit, dan heb ik dat net niet gezien. Ik kwam Kreatchik tegen boven weapons. Okay. Ik was in Admin. Ja. Ik stond op bij security op de monitors. Waar kwam je vandaan? Van van links of van rechts? Wacht even, moet ik echt even nadenken. Ik kwam namelijk uit Specimen. Ik kwam volgens mij van links, maar dat weet ik echt niet 100% zeker. Alleen dat is richting. Ik ja, ik denk dat Jamila wel safe zit. Ja, ik... Kitta, waar was jij dan? Waar was het, ik waar was bij die boom. Ik zat bij de boom te downloaden. Daar. Ik wilde net naar cams gaan. Ik was er bijna. Ik wilde net op cams gaan kijken, maar toen werd de body gekald. Want ja, ik ben alweer klaar met mijn tasks, dus ja, ik dacht, ik ga maar even een beetje op camera's kijken. Ik was op weg om te uploaden. Ja, ik stond dus op camera's. En ik heb Jamila gezien op Rick, je staat gemute. Waar was jij? Oh. Ah, vandaar dat niemand reageert op wat ik zeg. Ja. Want ik zat op security bij op de cams en ik heb Jamila gezien bij East. En ik dacht dat ik Fubuki naar South zag lopen, maar dat is niet richting security. Oh, kan je mij bij jongens? Jongens? Ik weet niet. Oh, ik ben weer vergeten. Nee!
I don't know. Ik vertrouw dit niet. Huh? Waar komt Bibi nou vandaan? Wat zat ze te doen? Oké, nou ja, het zal. Hey! Ja, maar zo gaan we dit doen. Nee. Even serieus. waarom kom je daar vandaan? Ik vond het wel gek dat ik net probeerde te zeggen dat ik niet bij Cams was, want daar was ik wel. Oké, nou, nu weet ik het zeker. Ik dacht net dus dat je niet naar Cams ging. Ik ga voor Rick. Dit zag ik echt letterlijk Rick doen. Ik zie je gewoon van die body aflopen. Je ziet mij, je loopt terug en je doet een report. Ik weet niet. Ik stem op jou. Ik wil het wel. Ik stem op Rick. Ik zag het letterlijk Rick doen. Ik vond het al gek dat hij daarnet zei dat ik niet bij Cams was, maar daar was ik wel. Zag iemand net Cams aanstaan? Nee, ik heb niet op Cams gelet daarnet. Volgens mij niet. Niet deze ronde, maar de ronde daarvoor. Toen jij de body reportte, Kitta. Volgens mij wel. Stond wel aan. Oké, dan geloof ik Rick. Zo. Ja, maar op Jesse. Ja, want jij zei dat je op Cams stond. Dat klopt. Jeetje, dat is voor het eerst dat ze me geloven. Jeetje. Oeh. Oké. Maar er is er dus nog één. Dat moet een Kitta wel zijn. Wie maakt nou die taken niet af? Ik ben het niet, toch? Oké. Oh. Iemand moet die taak even afmaken, maar waarom gebeurt dat niet? Is iedereen? Ben ik nou gek? Oké, ik ga wel naar. Hey! Holy shit! Ja. Oké, schijnbaar ben ik echt al 3 keer voorbij gelopen bij Jamila. Maar ja, nee, dit. Ik weet niet wie het was. Ik weet het, ja. Ik weet het niet. Ik snap alleen niet waarom die taken nog steeds niet af zijn. Want er is echt nog letterlijk 1 taak of zo. Ik kan me niet voorstellen. Dat we nog steeds niet hebben gewonnen. Ja. We moeten nu wel stemmen, want Vindt Rick wel het meest suspicious hier. Ja, ik vind Kitta ook wel een beetje... Ja, ik vind Kitta eigenlijk ook wel een beetje... Ik heb jullie eigenlijk allebei niet zoveel gezien in dit potje, dus ik weet het eerlijk gezegd De enige die ik heb gezien, dat ben jij. Alleen, er was steeds iemand die op Kitta stemde. En ik denk dat de imposter was. Dus de imposter zou niet op Kitta stemmen als Kitta ook de imposter zou zijn. Dus ga ik op Rick, denk ik. Ja, ik denk het ook. Ik zou het niet doen, Bibi. Want dan verliezen we. Nee, ik weet het niet. Oké, dan stem ik op... Ik stem op Kitta. Ik heb nu gestemd. Ik stem op Rick. Het ligt aan jou, Bibi. Nee! Oh! Oh, you fool! Oh! Oh, nee! Oh! Er zijn zoveel fouten gemaakt. Nee! Maar ook nog. Rick, yes. Dit is niet geloofwaardig. We did it. Ja. Hey, ik ben eruit geknikkerd. Oh. Die dubbelkill ging ook helemaal fout. Oh, jongens. Ik had Jamila daar moeten killen, maar... Oh, rustig. Okay. Ja, verdorie. Oeh! Ik zag Jamila ook echt zo verbijsterd. Als spookje, zo van... Ja! Sorry, jongens. No. Die had ik niet verwacht. Ik word het...
Ik ben nog heel slecht in het bodies zien. Ik rende gewoon echt elke keer voorbij. Ja, je moet goed letten op die report. Ik zag jou echt terug naar boven gaan en ik dacht, oh nee. Ja, en wij zagen hem zo langs die body. Oh. En wij spook je echt zo, Rick, hier. Oh, wat erg. Maar je moet echt goed letten op die report button, want die ziet het ook gewoon in het donker. Rick, en die ligt ineens op. Ja, het spijt me, Jamila. Sorry. Nee, is niet erg. Sorry. Je mag even met mijn robotje spelen. Hier, kijk. Hier. Oh. Jullie houden het lang vol allemaal vanavond. Ja. Sorry. Hij slaapt al half. Hij was aan het slapen. Ik wilde net zeggen van, dit is wel mijn laatste potje in ieder geval. Want we Voor mij ook. Maar ik hoop echt potje. Dat ik nog een keer imposter mag zijn vandaag. Oh, dit is ook mijn eerste imposter van de hele avond. Ja, ik ook maar één keer met Hugo en die heb ik verprut. Ja, die heb ik ook goed verprut. Dylan, je bent echt never nooit imposter eigenlijk. Wacht. Dylan wil wat zeggen. Ik ben er. Oh, je mag nog weer bij. Ja. Kom terug, Dylan. Hey, Maris. Okay, ja? Wij zijn nog steeds geen imposter, hè? I know. Ik heb het in deze stream ook al 20 keer gezet. Dus ik heb een ander hoedje genomen. Oh, kijk, ja! Wat met ik dacht? Hoedje. Nou... Dan moet het toch gebeuren, toch? Ja, dat moet sowieso gebeuren. Oké, ik ga lukken. Het gaat dan. Ons lukken. Gaan we jullie er als eerste uitstemmen? Nee! Ja. Zo, als jullie vermoeden hebben, hè, dat Jamila en ik de imposter zijn, dan laat je dat leven voor de stream. Laat ons weer in de baan. Dat doe je gewoon heel dom. Oké, hij gaat starten. Succes. Laatste potje. Laatste potje. Alright. Oké. Ik ga nu beter opletten. Kitta doet die. Oh, deze moet ik doen. Wat is dit? Bad. Oh. Wou dat ik zo mijn problemen kon oplossen. Wauw, dat was snel. Nou, duidelijk dat Jamila en ik het niet zijn. Niet samen in ieder geval. Nee, ik ben daar. Lizzie en, was het Rick? Die stonden bij de raket daar, dus die kon het niet zijn. Het was in laboratory. Nee, ik was bij de boom. Ik zag Bibi, die kwam op eens binnen toen ik daar mijn swipecard ding aan doen was. Waar kwam je vandaan, Bibi? De body? Bibi? Bibi. Bibi is wel in slaap gevallen. Bibi. Oh. Hey, oh ja, wel. Ja, ik vind Bibi wel heel sus. Ze is zo stil. Bibi is nog in de Discord. Niet... Ja, ze zit helemaal bovenin. Ja, ik zie er wel. Ze is ook niet gemute of zo, dus... Nee. Ze is gewoon even uitgegaan. Oké, dan vragen we Bibi zo wel. Bibi. Ik zag de microfoon wel knipperen net. Oh. Ja. Aan uit. Ja, kijk, uitgaan. Ja, Bibi gaat in morsecode praten. Oh. Aan, uit, aan. Ja. Hey! Ja? Hoor je? Ja! Hij is weer. Ja. Dankjewel voor de follow. Ja, ik was dus een heel verhaal aan het vertellen. Oh, dat hebben we niet gehoord. Ja, nee. Op het dorpship was ik mijn taak aan het doen, want ik wilde al gewoon naar links lopen of naar rechts. Alleen toen dacht ik, oh ja, ik heb hier nog een taak. Dus ik ging de taak doen. Toen ging ik eigenlijk gelijk naar Office en omdat ik naar mijn kaartje kon swipen. En daar zag ik Kreatjik, dus die is sowieso safe. Ja, dat eigenlijk. Kippen maar, want ik weet niet hoor. Ja, ik weet het ook niet. Ik was helemaal alleen. Sowieso. Geen idee. Ja. Want Dylan is wel vaak in lab. Nou, toch vind ik Bibi wel verdacht. Ja, ik vertrouw Bibi ook niet hoor, maar dat komt door de hoeveelheid dat ze me al heeft gekild. Ja, dat ook, maar ook de extreme liegfases die ze heeft. Extreme liegfases. Oké. Die houden we erin. Ik heb vandaag een extreme liegfase.
Ik heb nog twee taken, of nou ja, eigenlijk vier, maar twee hele... Ik zie weer niemand, hè? Weet je wat ik ga doen? Ik ga eens weer even kijken op die cam. Want... Kitta staat bij East. Northwest. Southwest. Hey! Waar? Oké, dit was recht voor de deur, zeg maar. Buiten de office, aan de linkerkant. Linker uitgang, zeg maar. Ja, southwest op de kaart. Ik stond op security. Oh, ik stond op security. Hugo, Bibi, Dylan en Lizzie waren bij mij in office. En ik zat op vitals. Yep. En ik zag Lizzie doodgaan. En even later zag ik dus body reported. Hugo is al safe, volgens mij. Ja, Bibi en ik waren helemaal links in de hoek samen. Wacht, wie noemde die net niet op? Mij natuurlijk weer. Ik noemde Kreacek niet op, jou niet op, Jennifer. Ik was in laboratory en Rick was daar ook. Nou, ik zal niet zeggen wat ik heb gedaan. En Jennifer ging daar volgens mij naar specimen. Ja, ik had daar een download. Dus daar ik ging daarna terug naar de boom, want ik kon mijn download niet afmaken vorige keer. Daarna ben ik naar upload gegaan en toen ben ik verder naar rechts gegaan om een card swipe te doen. En toen ben ik de body tegengekomen bij die uitgang. Ja, dat is waar. Ik heb dat gezien op de cam. Tenminste, waar ik zag hem... Waar was de body nou? Southwest. Body ligt bij de linker uitgang van de office. Oh, oké. Okay. Nee, ik heb het gevoel dat Dylan het is, want die was bij Lizzie voor het laatst. Ik was bij zo'n pauze. Zo'n dolof ook gaan doen net. Waar was je? Ik was zo'n dolof zeg maar gaan doen met die dingetjes zo. Oh, die node dingen. Was dat tussen weapons en admin? Waar was Jennifer? Die ging specimen room in. Ja. Die zag ik vanuit laboratory in die specimen room in gaan. Dus mijn zus is nu op Kreacek en Dylan, maar ik ga voor nee, Dylan. Nee, niet God, ik. Ik Dylan. Was met Rick. Rick die kan mijn foutje. En Jennifer heeft me ook gezien. Ik was helemaal rechtsbovenin. Ja. De hele tijd. En storage was ik in, heel kort. Dat is niet waar. Ze was niet met mij. Toch? Oké. Okay. Hier klopt iets niet. Maar goed, het zal... Dat is easy game, easy life. Zeker weten dat ik gemute was. Iemand heeft niet gemute. Oh, ben ik dan? Ik hoorde je weapons doen. Oké, okay. Nu moet ik data doen. Of download. Daar ben ik niet heel erg fan van. Maar ik vind dit wel een leuk plekje. Vertel een mop. Nou, als ik ergens slecht in ben, dan is het in moppen vertellen. Ik kan alleen maar grappig doen. En ook niet op commando, dus ja, wat heb je eraan? Ja, hallo. Huh? Dat ging niet helemaal goed. Nee. Dat is Christen. Jennifer en Hugo werden het allemaal. Ja, Jennifer. Maar Crea, ze was onderweg naar jou om jou te killen. Ah, ja. Dat zal het zijn. En Hugo... Ja. Dylan was wel die andere. Ja, Dylan. Ja. Ja. Oh. Hey, big brain. Yeah, I just got disconnected. Oh. Ja, oh. Zomaar. Ja. Ja, en Jennifer ook zomaar. Gewoon allebei tegelijkertijd ook. Oh. Yeah. Ah, dat was wel eigenlijk jammer voor het laatste potje. Ze speelde het zo goed, Jessie al gekild. Ja, nee, dan moeten we er nog eentje dan doen. Dan moeten we er nog wel eentje vind doen. Vind ik ook wel. Ja, houden jullie het nog vol? Ja, zijn er ook hoor. We zijn nog maar met z'n zeven. Ik merk wel dat ik weer moeite begin te krijgen met al die dingen onthouden. Van was het nou dit potje of was het al die 10 daarvoor? Of ik weet het niet hoor. Ik word steeds waziger, zeg maar. Ja. We zitten er nu nog met 8. Want Hugo moet waarschijnlijk weer opstarten. Crash dan ook gewoon echt de hele game? Bibi of echt de hele... Ik ben of alleen de host, zeg maar.
Nee, ik denk dat zijn wifi uit is gevallen, want Bibi was er ook niet, of... Ja, maar Bibi is niet bij mij. Nee, ik was even bezig met mijn oortjes, dus ik had niet op playcam gedrukt. Oh, oké. Mijn oortjes doen het namelijk soms niet, want heb ik ze wel in, heb ik me niet gemute, maar dan horen jullie me niet, dus vandaar. Oh, okay. Ik hoorde jou net weapons zitten doen, toch? Ja. Oh. Ja. Ik hoorde zo pieuw, 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 pieuw. Nou, het was Bibi in ieder geval niet. Nee. Ik wilde net zeggen, ja, dan weten jullie ook dat ik een bos nu ben. Oké, okay, we doen nog één potje. Okay. Het laatste potje, want dit was jammer. Ja, Rick is helemaal... Nou, Rick is helemaal moe. Slaap lekker zo meteen. Ah. Het was wel grappig geweest als we dan hadden geëindigd met een imposter potje. Maar maakt niet uit. Ik heb de twee keer dat ik imposter was, heb ik gewonnen. Dus ik weet niet, ik vind dat een win. Nice. Oh, ik moet hier helemaal niet zijn. Ah! Potverdorie. Sneaky, sneaky bastard. Waar is ze? Stoute, stout, 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 stout. Oké. Okay. Even snel die taakjes afronden. Dit is wel makkelijk nu. Ik moet ze me niet kunnen pakken. Ik stond op Vitals, behalve dat de lichten uitgingen. En toen zag ik dat wit gekild werd. Rick. En ik ben hem gaan zoeken. Oh. Overal. Maar ik kon hem nergens vinden. Dus uiteindelijk ben ik maar teruggelopen naar die knop. En heb ik op de knop gedrukt om te vragen of een van jullie iets toevallig heeft gezien. Nee, ik heb niks gezien. Ik niet. Nee, niet. Of heeft Rick zichzelf gekild? Wil niet meer spelen. Ja. Ik wil naar bed. Kijk, ik ben weg jongens, later. Nee. Ja, ik had de lava gesproken. Niet dat ik ben klaar. En ik maar zoeken. Je moet spelen, waar ben je nou? Ja. Ik kon het dus nergens vinden. Heeft iemand toevallig iets gezien? Of, nou ja, waarschijnlijk ik niet. Maar... Nee, ik heb hem voor het laatst gezien bij toen ik Monitor 3 zat te doen. Samen oh, bij O2. Ja. Yeah. Oké, okay, daar is waarschijnlijk dus gestorven ergens. Ik ben voor het laatst... Dat doet ze wel goed, die Kitta, want dat is inderdaad waar. Maar dat is niet de laatste keer dat ze heb ik je ook gezien, inderdaad. Ja. Toen was ik al op zoek naar de body, toen ik daar zo rondliep. Ik denk, ligt vast ergens in zo'n klein hokje, maar... Ik ben met Jamila en Kitta ergens. In weapons geweest. Ja, het was in weapons. Ja, weapons. Dylan! Dus daar lag het. Again! Nou, die arme Dylan. Jennifer. Als ik het niet ben, dan is het Dylan. Ik meer, hè? Hallo? Oh, Lizzie is er ook nog. Oh ja, Lizzie is ook nog niet dood. Ja, goed hè, jongens. Ja, ik heb nu een nieuwe tactiek. Ik loop de hele tijd met iemand mee. Gewoon. Yes. Oh, nee, dat is heel vertellen. Dat is heel jammer. Jammer dat het laatste potje mee is. Mee, ja, Bibi durf ik niet meer te vertrouwen, maar... Nee, dat is het. Arme Bibi. Oké, nou, we skippen hem, want ik weet verder dus ook niks meer. Dus blijkbaar ook niet. Nee. Dylan en Jennifer. Oh, toch zo'n stem op Dylan, arme Dylan. Ja, ik heb wat te doen met Dylan. Ik vind hem wel een beetje zielig. Oké, nou, even snel die taakjes afmaken. Want dan kunnen we misschien nog winnen. Want het is nog redelijk vroeg in het spel. En dan de enige die dood is, dat ben ik. Dus het moet goed gaan. Oh, ik heb een beetje last van mijn oor. Ik denk dat mijn oor te groot zijn. Dan heb ik nog zo'n grote koptelefoon, hè? Het doet nog steeds zeer. Oh! Ging ik alsnog proberen om eromheen te lopen, hè? Die vind ik wel fijn. Dat is echt zo'n makkelijke taak.
Deze vind ik ook wel leuk. Ah, niks. Nou, Dylan is het dus niet. Hoe lang het duurt voor deze lach. Ik denk dat Jennifer het ook niet is, want ze had me net kunnen killen. Ik denk dat ik weet wie het heeft gedaan. Hugo had mij ook wel een paar keer kunnen killen, maar... Oh. Ik had mijn laatste task net in decontamination, die kamer waar je gespreid wordt, zeg maar. Ja. Ik had daar die wires, dus ik ging daar weer aan de linkerkant uit, dezelfde kant waar ik in ben gegaan. Maar toen kwam Lizzie, kwam op hetzelfde moment daar doorheen, die ging de andere kant op. En ik liep verder, ik wilde naar Lights gaan en toen zag ik de report button. En daar heb ik op geklikt en lag boven in laboratory. Dus ik denk dat Lizzie dit heeft gedaan. Oh, daarop vind je dit potje niks leuk, Lizzie. Nee. 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 Zit ik er eindelijk een keer lang in? Nee. Waarom ben je nog niet dood? Nee. Mag ik mijn verhaal vertellen? Ik was bij Laboratory, daar heb ik swipe cards gedaan. Dat is echt waar. Toen ben ik door die deuren, ik zie daar Fubuki staan. Ik denk, durf ik er samen in? Oké, ik ga er samen in. En toen ben ik naar Specimen gelopen om daar een test te doen. En Dylan was bij mij in Laboratory nog levend. En er was voor de rest niemand bij ons. Dit had je moeten kunnen zien. Dus jij zegt dat het een zelfreport is. Er nog niet uit. Ik zeg, nee. Of een zelfreport, omdat iemand achter mij liep. Maar... Ja, het zou natuurlijk kunnen dat ze gefans zijn daar onderin. Dat kan natuurlijk. Ik ben echt door die gang gelopen. Ja. Nee, ik weet dit zeker. Dit had ze gezien moeten hebben. Hier kan ze niet lang zijn gelopen. Grappig, en ik ben net mijn laatste task gedaan in die camp. Nou, met Jessie niet. Ik geloof haar wel. Ik geloof Jessie ook wel. Ik stem op Lizzie. Nee, jongens. Ja, ik klink wel convincing. Dan lees ze eindelijk een keer. Ik voel me heel lullig nu. Daar ga ik. Ik zal even Discord uitzetten. Ja, ik moet zeggen, het bevalt me wel dat streamen. Ik vind het wel leuk. Ik denk niet dat ik alleen maar Among Us ga streamen. Maar ik denk dat ik op zich ook nog wel wat andere spelletjes wil doen. Ik speel zelf nog Rocket League, Call of Duty. Maar we zitten ook... vanmiddag hebben we even Fortnite gestreamd. Dat was ook wel lachen. Maar ik hoop eigenlijk dat het binnenkort iets van een spelletje is dat Maris en ik met z'n tweeën kunnen doen. Of met z'n vieren, weet je. Dat je niet 10 mensen hoeft te regelen om het... om te kunnen spelen zoals dit. Maar het is wel erg leuk. Het is vermakelijk. Ik ga nu trouwens even op zoek naar die sneaky bastards. Oh, en VR, inderdaad, ja. Ik heb een aantal spelletjes nu in VR die me heel erg leuk lijken om te doen. Dus dat willen we ook zeker gaan streamen. Kijk, die sneaky, sneaky snackers. Hier. Dood. Oh. Ik zal weer eventjes de discussie aanzetten, dan kun je het horen. In, vlakbij, nee, wacht, boven bij security. Wacht even, ik heb een man. Is dat gewoon electrical? Nee, niet in electrical. Doe je echt in security, zeg maar, bij die camera's? Ja, ik weet het niet. Dat hangetje boven security heet volgens mij gewoon electrical. Ik heb namelijk de body niet gezien, maar wel de report button. Oh ja, de lichten gingen uit. Okay. Ja. Oh ja. Wacht, jij had geel gereport, toch? Ik was... Ik weet het niet. Ik heb mijn body niet gezien. Oh nee, dat weet je niet natuurlijk. Ja, ik zag volgens mij geel in mijn scherm. Oké, nou ja, Kitta en Hugo hebben mij in ieder geval allebei kunnen doodmaken in weapons. En ze hebben het niet gedaan. Hugo heeft mij ook een paar keer... En ik zie dat... Echt waar? Wacht, zeg dat nog eens, Hugo. Creercheck is 100% clear. Oh, maar dat is echt het mooiste dat je ooit hebt gezegd. Thank you, dit is de beste avond ever. Oké. Ik zie dat Jesse ook dood is gegaan. Oh, oké. Dus dat betekent dat... Lizzie waarschijnlijk wel de imposter was. Maar nu ben ik heel erg aan het nadenken, want Hugo had mij ook al een paar keer kunnen killen. Ja, dat was wel niet gedaan. Creatchik ook wel. Kitta heb ik echt nog heel weinig gezien. Ja, ze zijn er al over uit. Jamila! Maar wacht even. Security, die is ook clear.
Nee, maar ik wilde net zeggen, want de laatste persoon die ik dus in O2 heb... Ik heb de hele tijd daar in O2 gezeten. En ik zag Bibi daar de wiring doen. Maar zij kwam dus uit het niets. Ja. Bibi? Nee, want ik was... Creative, ja, maar ook in O2 gezien. Dus ik ben gewoon naar boven gelopen op weg naar de lichten. Wanneer was ik in O2 dan? Helemaal in het begin. Ja, maar ik dat was niet deze ronde. Dat was deze ronde. Oké, ik heb hier snel nog informatie. Ik houd het voor me, maar... Oh, wacht. Ik ben deze ronde volgens mij helemaal niet deze O2 geweest. Er was een wat, Hugo? Boarding security. Oeh. Oh. Boekie. Chillak. Oké. Nou, het is... Je zou toch zeggen dat ze nu met zoveel zijn dat ze alleen maar die taakjes hoeven af te maken, hè? Ik zou gewoon de body laten liggen en gewoon... kan ik die lights ook fixen? Nee, toch? Maar goed, misschien heb ik daar niet genoeg voor gespeeld. Ja, Phasmophobia lijkt me heel raar, maar ook wel leuk. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Maar in VR lijkt het me dan wel weer eng. Maar goed. Ik denk niet dat de imposters gaan winnen, want volgens mij... Oh. Oeh! Wel! Ik had zo'n hand Jamila Netjes hoor. Dat was de enige die overbleef. Netjes. Nee, dat was niet waar, want ik was gewoon niet klaar met Bibi beschuldigen. Ik zat zo met mensen af te zagen. Oh, ja, nou, ik dacht omdat Lissy eruit was, dan moet ik eventjes langzaam aandoen. Want dan denken ze dat ze in ieder geval één iemand eruit hebben gegooid. Ja, en ik zag dus inderdaad iemand op security liggen. Ja, zielig. Ik wist dat wel oké was, want ze had me al zo vaak kunnen doodmaken. Ja, weet je wat de grap was? Ik stond daar met Fubuki, Lissy en Dylan in labs. En Fubuki zei, hij had de body gereport, ik weet wie het is. Ik zo, oké, hier komt-ie. Dus helemaal niet gezien, Lissy! Lissy zegt ook, ja, Dylan en Fubuki waren er. Ik heb verder niemand gezien. Ik zou, nee, ik was er. Nee, ik heb jou ook helemaal niet. Ik zit zo op die twee blauwe kleuren, heb ik gefocust. Ja, Thomas, sorry. Ik voelde me wel heel schuldig. Ja, ik zei dat net al. Ik was heel bang voor Fubuki, dus ik was helemaal daarmee bezig. Ja, ik heb jou helemaal niet gezien, joh. Ik heb Jamila Kitta ook heel weinig gezien. Ja, nou daarom dus. Ja, ik zat wel maar mijn zogenaamde taken uit te voeren. Dus dat is wel Netjes gespeeld. Ik had op het einde wel door dat het Jamila was, maar ik had echt het idee dat Kitta safe was. Dat was altijd veel van. Maar... ik heb ook echt wel veel mensen vermoord. Ja, toch wel. Nou, ben je goed mee weggekomen. Zie je? Ja. Master ben jij. Je moet gaan uitkijken hier. En maar zeggen, heel goed gedaan. Ik ben vandaag wel helemaal niet imposter geweest. Echt pas één keer. Ja, ik ben ook maar iets van twee keer imposter geweest. Ik wilde Hugo ook wel in weapons killen, maar Kitta is weg. Oké. Ja. De hele game is gecrashed voor mij ook. Yeah. Ik ben er ook een hele helemaal neem ik aan, toch? Oh, nee. Ja. Ik zit er nog in. Ik ga er ook uit. Ja, hij was nog niet zo... Ik dacht dat hij al dicht was, omdat we zo lang niks aan het doen waren. Nope. Oh, een glitchy game vandaag. Nee, joh, ik ga lekker mijn stream afsluiten. Het is 11:15. Same. We hebben drie uur en een kwartier gestreamd. Ja, we hebben echt heel lang gespeeld. Ik vind het knap van ons. Ja, heel lang. Maar het was ook wel heel gezellig. Het was heel gezellig. Ja, we waren hele goede potjes. Ik vond het ook heel gezellig. Dus ik mag volgende keer weer meedoen met jullie? Wil je volgende keer weer meedoen? Dat is de vraag. Ik ben overtuigd. Hoe vond je het? Je eerste potje Among Us? Nou, ik moet zeggen, ik vond het erg vermakelijk. Wel, hè? Ja. Eindelijk. Dank u. Nee, 2 maanden geduurd, maar jee. Ja. En hoe vond jij het, Lissy, om mee te doen? Lissy was de eeuwige eerste dode, was ze. Oh. Net als ik. Het ging beter aan het einde. Ik merk dat jullie zijn natuurlijk echt super goed. Maar ik wil dit niveau zeker halen ook. Dus ik denk dat ik vanaf nu ga trainen, joh. Oh, nou, je doet volgens mij weer lekker mee, hoor, als er plek is. Ja, ik vond het heel gezellig.
Ja. Prima, ja. Hetzelfde voor Hugo en iedereen zit Bibi ook. We hebben hier zo'n hashtag die heet gameplannen. En daar gooien we af en toe gewoon wat data in. En dan kan je gewoon aangeven of je mee wilt doen of niet. Yes. En dan, ja, leuk. We hebben dan starten. En als mensen afzeggen, dan ben ik weer in stress. Dus daar ben je ook. Ja. Nee, ik hou het in de gaten. Leuk hoor. Ik vond het heel gezellig. Ja, zeker. Ja, leuk dat ik een keer mee mocht doen, jongens. Ja, ik wil ook echt weer terugkijken in alle streams. Ja, heel leuk. Nou, daar ben je nog wel even bezig. Oh, ja, het gaat nog even duren. Misschien kunnen we er een leuke video-combinatie van maken met alle drie gecombineerd bij elkaar. Maar ik ga het niet editen. Nee, ik ga het ook niet editen. Doe ik. Oh nee. Jij bent mijn nieuwe editor. Dus, misschien moet ik me dan aanbieden als nieuwe editor. Nee, ik ben druk. Ik stuur je zo al mijn bestanden op. Nee hoor, nee bedankt. Nog even niet. Wie weet ooit, maar nu nog even niet. Oh. Ik kan het wel, maar nee. Nou, je staat nu op mijn lijst. Bibi, ja. Goed, het spel, zeg. Ja, Bibi, jij? Ja. Nou. Bibi klinkt zo onschuldig, maar is het alles zo. Bibi, de leuke naam, hoor. Nou, normaal. Bibi, ik krijg nachtmerries van je, terwijl je er zo niet uitziet. Nee, maar normaal, eigenlijk gelooft nooit iemand mij. Als je met vrienden speelt, niemand gelooft mij ooit. Dus, maar nu ging het eigenlijk best wel goed. Ja, maar nu kom je wel op een punt waar ik je niet meer geloof hoor, Bibi, want jij kan niet rustig. Ja, Bibi is gewoon altijd verdacht. Yes! Ik heb een zusje gevonden, Bibi! Ik zie er, denk ik, wordt gekild. Ja, zijn we samen altijd zus. Leuk. Ja, nou, ik ga mijn stream afsluiten. Ik ga zet jullie hier ook uit. Doen. Yes. Dus, zeg oké, superleuk. Bedankt voor het spelen allemaal, jongens. Doei. Oh, zo, dat was eventjes een potje wel, zeg. Oh. Ik ga alle dingen, alle ideetjes die jullie hebben opgeschreven, ga ik zeker eventjes bekijken. En ik zal zorgen dat voor de volgende keer alles gewoon helemaal geregeld is. En dat ik gewoon, weet je, donatiedingen heb en al dat soort geneuzel van die tussenschermpjes, van die kletschermpjes, van die Be Right Back schermpjes. Dus daar ga ik allemaal voor zorgen. Het was hartstikke leuk om te doen, dus ik ga het zeker nog wel een keer doen. En op die vraag, Demon, of ik wat mijn werk is. Ik ben programmeur en ik heb information engineering heb ik gestudeerd. Maar ik vind dit wel leuker hoor. Programmeren is hartstikke leuk, maar dit is wel echt leuker. Ik hoop zeker dat jullie de volgende keer weer zijn. Iedereen bedankt voor het, hoe noem je dat hier? Het volgen noem je het hier, hè? Thanks voor de follows. En ik hoop tot de volgende keer. Later.